En pas toen ik hem in mijn armen had, toen zag ik het. Toen dacht ik: oké. Okay. En dan heb, je, dan heb je gewoon heel veel. Alleen maar verdriet, verdriet, verdriet. Ja. ja en machteloos, boosheid. Hey, in Gillies Love Line proberen we de liefde beter te begrijpen. En uh, ik nodig dan mensen uit om hun verhaal en perspectief aan te horen. En in de geest van eerlijkheid. Komen er hier wel eens op tafel interessante dingen en worden er ook directe vragen gesteld? Want tenslotte, domme vragen bestaan niet. Niet waar volgens Vinnie en Wancie. Uh, en die laten ook in een podcast zien dat domme vragen wel degelijk bestaan. Dames, dat is ook eigenlijk precies waarom ik jullie heb uitgenodigd, want ik wil een beetje van jullie thema stelen: het integreren met mij, liefdes of eerlijk, eerlijk beeld van de liefde uh, samenbrengen. Leg hem een beetje. Beter neer dan dat ik het heb gedaan. Oh, waarom zijn jullie zo een podcast begonnen, Vinnie? Ik, maar heel eerlijk, het was eigenlijk in het begin, was het jouw idee. Is dat zo? Ja, dat was zo. Jij hebt mij overtuigd. Weet je nog, want ik vond de naam ook een beetje. Oh, veel. ja, neem ook ja, Wat vond je van die naam? U. Ik vind die naam geweldig. Ja, ik vond het zo. Ja. Je vond, zo, iets. Je vond het Ik vond het een, een beetje een iets te negatieve insteek. Kijk, Vinnie is heel erg van de. <laughs> Uh, laten we er met z'n allen uitkomen. En ik ben er wel eens van: laten we het even op scherp zetten. He, ben jij dat? Want ja. dat is ook een reden waarom ik jullie heb uitgenodigd. Dus ik mag jullie graag. Ik vind jullie leuk. Maar jullie zijn de grootste ja. ja. tegenovergestelde. Voorbeelden die ik kan halen van mij. Want jullie zoeken vaak de nuance op, of je verwoorden net anders. Ja, Zij willen het graag oplossen. Op, ja. Ja. En jij bent dat minder. Ik ben echt veel minder genuanceerd ja. dan, dan Vinnie. Ja. En ik denk dat jij dan, zeg maar, de next level bent. Nee, maar ik, ja, ja, nee, ja. Ik, ik vind dat juist leuk aan jullie. Uh, want ik kijk daarnaar en af en toe leer ik ervan, maar af en toe denk ik ook van apart. Ja. Uh, uh. Maar wat vind je apart dan? Nou, misschien komt zo meteen een voorbeeld tevoorschijn en dan ga ik okay. zeggen: kijk, hier had ik het nou over. <laughs> okay. En ik, ik weet bijna zeker dat er iets voorbij gaat komen. En dat is geen oordeel, maar dat is een beetje het verschil tussen, tussen ons. Gaat zeker weten te gebeuren. Ja, uh, maar ik ben nou heel benieuwd. hè? Ja. Nee, maar oké, okay, maar dan leuk. En dan start zo zo'n podcast: domme vragen bestaan wel. Ja. Uh, jouw idee, zegt zij dus. En wat had dat getriggerd dan? Dat je zegt ja. van, you know what? Uh, nou ja, er zitten die twee zwarte vrouwen tegenover je. Dus wij uh -huh. hebben zelf menigmaal domme vragen uh, gekregen. En toen dachten we, we moeten daar wat mee. Maar we willen natuurlijk niet dat het alleen maar gaat over de vragen die je krijgt als je zwart bent of als je een vrouw bent. Dus het is een beetje dat universeel. Ja. Het gaat over welke vragen krijg je. Of Tenminste, de aflevering die we tot nu toe hebben opgenomen was bijvoorbeeld: uh, welke vraag krijg je altijd als je dik bent? Mm -hmm. Welke vraag krijg je altijd die echt stom zijn of dom zijn of beledigend of kwetsend? Als je kanker hebt gehad, als ja. je gay bent. Um, of, uh... Over de Ramadan. Oh. oh ja. Nee, ook geen yeah. water. <laughs> um, uh, en oh, 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 even ja. duidelijk, dus uh, mensen die meedoen aan de Ramadan krijgen dus vaak de vraag, uh, ook geen water? Ja. ja. Nee? Ja. Ook, ook geen, geen water? water. <laughs> nee, nee. Okay. nee en, uh, uh, en toen hebben we een tweede seizoen gemaakt. Uh, over racisme? Ja, uh, waarin we hebben gesproken met uh, uh, Jasmin Sender, een zwarte dame, uh, met uh, Reun Wong over anti-Aziatisch racisme, want daar moeten we het ook echt over hebben, en met de moeder van twee donkere jongens. Ik weet niet meer hoe ze heet. En die is mij, die is mij, <laughs> bijge die is mij bijgebleven. Heugd. Want dat bijvoorbeeld, nou daar is ons voorbeeld. Uh, ik heb daar met bewondering naar geluisterd, uh, omdat ik hou ervan hoe jullie dat. Uh, kijk, ik ben niet snel getriggerd, maar als het op racisme aankomt. Ja, dan heb je me wel. Dus als je me wilt hebben, dan moet je vooral daar gaan. Mm. En ik zat met bewondering te luisteren van hoe jullie gewoon daar, dat zo, ja, zo objectief gewoon benaderen. Ja, dat en, is zij, hè? En, oh, dat is zij. Ja, nou, nou, props voor jou dan in deze. Ja. Want, want, want bij deze, ik luister naar en ik denk niet, ik zou het niet kunnen, niet dat die vrouw iets verkeerd zei, mm. maar het is wel best wel confronterend. Uh, ja. Uh, ja. Dat was een dame die had twee geadopteerde donkere jongens. Twee Tweeling, ja, ja, zij is wit. En die deelde niet alleen haar ervaring, maar die deelde ook eerlijk. Hoe zij nu doorheeft dat zij dus domme vragen of opmerkingen of ja. een andere, uh, niet de juiste instelling had. Mm -hmm. Vanaf day one mm -hmm. bij haar adoptie. Dus hey, props voor die aflevering voor allemaal trouwens, Dankjewel. want ik heb ze geluisterd hè. Dankjewel. Uh, vanaf aflevering één. I loved it. Uh, I loved it. Maar die vond ik echt interessant. En daar dacht ik dus van, kijk dat zou ik niet kunnen. Of het zou anders zijn. <laughs> het zou anders zijn als ik dit gesprek zou Maar je zou samen. niet met haar kunnen praten? Nee nee nee, we nee, wel, doen? want die dame legt het goed uit, maar ik zou niet. Um, bij mij zou je echt uh, duidelijk zien hoe ik over dingen nadenk. Nee, dat, dat is, dat is denk je... ik waarom wij ook een goede een match zijn uh, voor de podcast. Omdat Vinnie ja. dat heel goed kan. Zij kan heel goed uit een onderwerp stappen. Ja, even op en, afstand nemen. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat, dat vind ik dope. Dat vind, vind ik ook leuk. Dat vind ik dope. Ja, ja, ik kan ja. dat kan niet zo goed. Dus, wat, ja. Zij wil ook heel graag dat we met een rechtsextremist of zo gaan praten. Ja, dat zijn wel domme wel vragen bestaan wel. Ja. 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 Oh, die wordt ik leuk. Je hebt nul behoefte aan. Ja. Oh, je hebt ineens behoefte aan. moet je jezelf uitdagen. maar doof, ja. jij wil wel uitgedaagd worden. Ja, maar zou het wel Ja, maar welke domme vragen. Het zijn geen domme vragen. Het zijn trillende vragen die je krijgt. Ik vind het gewoon zo boeiend hoe iemand bepaalde ideeën heeft over een bepaalde groep. En dat hij toepast. Ja, dus dit, is, dit bedoel ik. Zij is altijd van de nul En ik denk van. Hey. Nou, je, je ziet dat het werkt. Je ziet gewoon. Je, ziet, okay, je kent <laughs> hun podcast nog niet. Als dat het geval is, ga er naar luisteren, maar je ziet wat het kan zijn. Uh, uh, en dan uh, behandelen jullie dus. Uh, want het gaat. Het ging jullie volgens mij vooral om. Uh, de grappig bedoelde opmerkingen, de directe ja. vragen... of de kwetsende vragen, ja. Ja. Uh, die bestaan wel degelijk. Ja, ja. Er is dus meer awareness van, dus let op wat je zegt. Ja. Of denk na ja. voordat je praat eigenlijk. Hè? Ja, het idee ja. is eigenlijk dat als je hem hebt geluisterd... dat je daarna denkt, ah, zo had ik nog niet over nagedacht. Ja. Dus dat wij bijvoorbeeld uh, hebben geleerd... Uh, van die dame die uh, nou, kanker ik, heeft gehad. Ja, dat ook. Maar eventjes om terug ja. te komen wat je net zei van, <laughs> van, uh, over Ramadan... Ik was dus degene die zei: God, mag je ook geen water? Echt waar? Dat ben ja. je niet. dom Nee, context. Domme vragen bestaan wel. Opgroeien oh. in, in Haarlem, witte omgeving. Ja. Nou ja, pas, pas bij Vanix kwam ze met iemand in aanraking die aan de Ramadan meedeed. Dus ah. dat is de context. Ja. Ik, ik wil het toch wel even ja. ik moet opnemen, voor mijn, zus, hè? Ik moet opnemen ja. voor mijn zus. Trouwens, daarover gesproken. We zijn hier om uh, uh, um over de liefde te praten, zeg maar. En dan oh, ja. breed. Maar die zussenlobby, terwijl jullie geen zussen zijn, nee. maar jullie zijn zussen klaar punt, want jullie komen hier alleen al binnen, apart. <laughs> en jij zegt het precies hetzelfde als wij ja. zeggen, oh wat een mooie plant, hier kun je veel doen. <laughs> ja. Jij komt binnen in het paas. En zij komt binnen in En we het hebben paars het niet eens afgesproken. En, niet nee, afgesproken. Nee. Nee. en we hebben allebei gedacht, zouden we iets roze aan kunnen doen? En toch gekozen voor dit. Ja, ja. Dat, en diezelfde roze outfit hadden we een andere keer ook aan samen. Ja. Ook ja. niet afgesproken. En, 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 en die uh, klik, en uh, lobby tussen jullie is waarschijnlijk inmiddels zo vanzelfsprekend dat jullie het niet eens wat van vinden zo bijzonder als dat ja, ik nee, het vind. Ik vind het nog steeds heel bijzonder. Ja, nee, yeah. ja. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Dus ik vind het heel bijzonder omdat het, uh, omdat we elkaar op latere leeftijd hebben leren kennen. <laughs> <Yeah>. Ja, ze <zij laughs> heeft mij, mij binnen gehad bij Vanix. Ik yeah. was, zij was degene die mij, ik had een sollicitatiegesprek met Wancy Muller. Jullie werkten op dezelfde plek. <laughs> nou ja, we zochten nee. een, uh, een DJ yeah. en uh, Finn kwam op sollicitatie <laughs> mm -hmm. en ze had zich zo goed voorbereid en ik zei. Ik denk niet dat jij een DJ bent, <laughs> no, <what you laughs> ja. maar je voorbereiding is zo goed, ik denk wel dat we wat met je moeten. Oh dope, en visie. Ja, ik was, ik was, ik was, ik was destijds uh, programmaleider van FunX Amsterdam en mm -hmm. nou ja, we zochten iemand. En hey, je gaat ervan ja. uit als mensen weten wat dat is, we hebben nou, hier ja, over een radiostation. Ja. Ja, uh, ja, ja, leidinggevende ja. bij jongere zender FunX. En toen dacht toen toen ik we, uh, nou we vinden ja. elkaar eigenlijk uh, heel erg leuk. Ja. Oh ja? Ja. Zo onprofessioneel van jou uh, eigenlijk. Want girl je crush. bent dan. Uh, ja. Hè? Ja. ja, Girl Crush. Oh, Girl Crush ja. heet dat. Ja. Maar dat is een goede. Ja. We hebben zo vaak gehad. Girl oh, dat, crush. Heb jij het ook? Oh, dat heb ik ja. ook. Heb jij het serieus? Ah. Als ik het enige waar we dus niet hetzelfde over denken? Ja. Nee, oké, okay, is twee dingen, twee dingen. Nee. Eén is, zij eet ijs als het koud is. Oh, ja. I don't. Ja. Want ik begrijp dat niet. You. Ja, nee, ik bedoel, als het koud is, eet je geen ijs. Nee, het slaat ijs kan altijd. Ijs, er is, altijd. Er is geen reden om niet te bedenken om geen ijs te eten. Ja, wel. IJs is koud. kan altijd. altijd. Maar ik ga even laten ja. maken. Ja. En uh, twee is, uh, over de liefde denken we ook iets anders. Echt waar? Ja. ja. En, en, en wat is dan een specifiek voorbeeld, want die heb je nu in je hoofd, wat dan gelijk ja, bij je ja. opkomt? Wat is ja, dat ja, dan? Maar... Ik ben uh, een beetje romantisch, boeketreeks, succesreeks. En ik. ik geloof daar niet in. Echt waar? Ja. Wansi. Ja. Hou op. Je nee, bent niet van de romantiek. Ja, nee, niet van de. En hij nam haar in zijn armen en zei, Gadverdamme. <laughs> nee, ja, ik kwets haar ook gewoon volgens mij. Kijk, nou. Ja, ja. 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 Nee, zij nee, zei nee, heel, het heel erg van: oh, zeg maar, the one and true, only love. En, en ik ben van: ja, ja. je kan er ja. meerdere hebben. En weet je wel? het hmm. Kan voorbij gaan en. ik, 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 ik ben iets, iets, meer. Volgens jou realistisch volgens jou? Ja nee, want als ik wil dat niet. Ja, je zegt ja, het zelf. Ja, dat is precies. wat je bent inderdaad, ja. ja. Want ook ik geloof in romantiek. En maakt niet uit uh, hoe, hoe erg liefde wel of niet aanwezig is, hoe vaak ik ben gekwetst, hoe vaak ik je op je gezicht van. Ja, ja. Dus yourself zelf af en try again. Dat, ben, ja. dat vind ik ook. Maar, maar het moet niet te zoetsappig zijn voor jou, denk ik. Is nee. dat hem? <hums> Nee, ja. en we hebben ook zeg maar, een <laughs> grote meningsverschil qua liedje, <laughs> Cater to you, van Destiny's Child. Laten we het daarop eens... Noma, noma. No, 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 no. Nee, zo nee ja, ja, echt zo'n lieve nummer. Nee, ik vind dat heel slecht. Ja. Niet, ja. ik begin jou steeds meer te mogen. <laughs> Ze hebben het ja, over dus het nummer van Destiny's Child, Cater for you. Nee, laat ja. me nee, oh, okay. okay. één nee, ding okay. uitleggen. Ja. Dat is de uitleg, all you need to do for a man. Nee, maar kijk, en jij met is... je feministische. Uh, nee, nee, nee Gilly, ik, ik moet je even stoppen. Ik moet je even stoppen. Oh, kijk. Shit. Luister. Ik was kijk. aan jouw kant, hè? Even. Ja, nee, okay. nee nou, kijk. <laughs> het is niet alleen dat. Kijk, dit is gewoon het perspectief van de vrouw. Ik vind gewoon, als je samen bent, dan ben je er om de ander. Een goed gevoel te geven, om het ander gelukkig te maken. Maar net zo, er zou ook een nummer moeten zijn voor mijn man... dat hij voor mij, weet je, catered to aeiz, you, aan mij. Maar, maar check, ik, dat vind ik, ik denk wat met Wansi gebeurt... als zij het nummer hoort, catered to you, denkt zij letterlijk... oh, ik moet ik een man gaan dienen? En zo'n giftige, feministische... Ja. Giftig. Nee. giftig? Dat is misschien niet helemaal het juiste woord. Ik vind <laughs> wel... Je praat zo lief nu, ze. <laughs> ik zeg giftig en ik ga je zeggen waarom. <laughs> nee, want kijk... Waarom ze zeggen giftig? Kijk hoe jij het ontvangt. Ja, dat is omdat hoe jij denkt. Want jij vertrekt vanuit romantiek. Ja. Maar kijk hoe zij het ontvangt. Nee, nee, maar ho even. Ho ik ga nee, niet om man. Ik ga niet slippers halen. Dat je is juist. juist. En dat is het nee, verschil. het is natuurlijk ook weer over. Kijk, het gaat om het, het gevoel nee, dat je. Maar zei, je, baan je baan het het nee, maar je nee, nee, het je het ontvangt. ik ben nee, heel, heel zorgzaam, hè? He? Don't get it twisted. Ik ben wel? heel zorgzaam. Ja. Maar, maar ga het niet in een nummer zingen. Nee, precies. <laughs> precies. Zonder ons. Ja, ja. Ga dat niet de wereld denken dat dat de boodschap is? Nee. nee, ik vind het juist heel mooi wat daar wordt gezegd. Want ik meen het. Oké, okay, dat is mijn mening. Luister naar die pokoe. Mannen vragen niet om velen. That's all. Ik vind het best En goed. je hebt gelijk. Jij hebt gelijk. Het moet echt een wisselwerking zijn. Het, het moet een wisselwerking zijn. Het mag niet alleen de vrouw zijn die maar, dat doet. Maar, nou, maar ik vind de veronderstelling... Dat past even het niet, niet in de nee. tekst. Ja, ik snap... Dat is, je ja. Moet gewoon, dat is vanuit het vrouwenperspectief misschien geschreven... Ja. Maar ik vind ook, hij mag ook mijn slippers halen. Ja, klopt. Ja. Nou, mis je dat, moest dat nog eens zijn, nou, een, 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 een ad-lip van Kelly? Nee, van nee, nee, nee. ik Mijn slippers stoel. nee. Wat is er dan blij <laughs> Ja, ik ja. nee, Jullie nee, halen heel veel van uit dat ding, nee. man. Nee, dat hoeft niet. Nee, maar okay, dat YouTube, je dat YouTube-vallen, dat nummer noem je op. Ik zeg altijd luister naar dat nummer. That's all. Mm. Vergeet wat mannen willen. That's all I want. Ja, het ja. is dat ze al getrouwd is, hè? Ja, anders. Oké, okay. jammer. En, en Beyoncé ook. En Kelly ook. En ja. Al die mensen. ja, inderdaad. Ja. Uh, ja. En jij ziet dat helemaal niet zitten. Maar ben jij zo'n. Uh, iedereen is een feminist. Ik ben ook een feminist, dat mm -hmm. heb ik begrepen. Uh, maar je weet wat ik bedoel als ik ja. zeg de stereotype feminist. die uh, altijd maar. er is altijd een probleem aan iets. Als het nou aan een nummer is of om uh, uitspraak die een man maakt. Er zijn ook heel veel problemen. Ze... Ja, dus. Ja. Dat is mijn antwoord. Er zijn, ja. <laughs> er zijn ook heel veel. Nee, maar er zijn heel veel ook... dingen waar je aan stoort. Nee, er zijn heel veel problemen. En die moeten benoemd worden en aangepakt worden. En niet zozeer alleen met feminisme, gewoon onrecht. Ja, oké. Maar laten we het even richten op... precies. Want het wordt een heel breed verhaal, ja. Zeg ik dat goed dan? Ben jij zo'n vrouw? Die zich snel stoort en dan gelukkig uitspreekt. Bijvoorbeeld zo'n nummer, zo'n onschuldig nummer. Ik vind het echt En dan gelijk, hè, getver. Ja, ik weet niet. It just rubs me the wrong way. It rubs you the wrong way, oké. Uh, wat is wel een goed nummer dan? Dat je zegt van kijk, en daar wordt het beeld dat ik heb wel uh, goed neergezet. Als het gaat. Want je houdt van muziek, dat hebben wij dan wel gemeen. Uh, je houdt ook van RB. Ja, je, je houdt ook van nummers waarover de liefde wordt gezongen. Ja, uh, um, ik, wat ik heel heel tof vind, is dat in RB van de jaren 90 heel veel gezongen wordt over seks, maar heel poëtisch. Ik bedoel, echt het, het verschrikkelijkste. Nou. Every single day, every single night. Nou ja, of as yet, last night, weet je wel. Dat vind ik pas een verschrikkelijke. Ja, is het nummer. ook, maar het is, het is echt super cheesy. Ja. Maar ik vind het wel heel grappig. Wel hoe er vroeger, zeg maar, in een RB. Ik vind het zo nou ja, Of mooi. bijvoorbeeld he, The Man whose name we do not speak of. Arkeli. Uh, Ignition. <laughs> Let me stick my key in your ignition, you remind me of, a jeep, of my jeep, I wanna ride. Yeah. Dat is toch echt briljant. Briljant toch wel, hè? Ja, yeah, Oké, Oh, yeah. Kelly, je hebt het over. Stupid, stupid, man. Yeah, yeah. Ja, maar nee, dus... dus... Nee, maar, maar zijn muziek is, is nog steeds mooi. Ik heb daar geen last van, hoor. Wat, uh, wat wel natuurlijk ik is... wel, de... want je, ik kan er niet meer naar luisteren. Serieus? Ja. Ik was het laatst nog aan het blazen. En toen dacht ik inderdaad, wat een idioot, wat zonde. Uh -huh. Weet je, dat dit yeah. nu is dit gewoon, weet je. Is gewoon yeah. uh, voor yeah. mensen... Je kan niet en luisteren naar ik... H.A. Nothing But A Number en denken, oeh, tenminste ik niet. Uh, uh, Oké, okay, ander onderwerp. Uh, nee, 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 waarom? <laughs> uh, Bomp Grind. De remix, normaal, ja, nee, maar kijk, die is te ja. goed om... Uh, ja, en toch, heb je wel eens de liefde bedreven op Academy Music? Ik denk het wel. Ja, hè? Ja, ja nou ja, gewoon op R&B is het best fijn. Hé, hey, maar dames, dus zussenliefde uh, en dat klikte, uh, Girl Crush, zei jij, en ja, ja, meteen al. Dat vind ik leuk, Girl ja. Crush, die bestaan dus en dat had je met haar. Ja, en ook, uh, en dan praat ik even voor mezelf hoor, maar volgens mij was dat voor jou ook wel een beetje. Uh, ik ben opgegroeid in Amsterdam, geboren, getogen, in West, um, heel multicultureel, maar mijn vriendinnengroep op de middelbare school bestond uit uh, twee witte Nederlandse meiden, een, een marokkaans Nederlands meisje, Turks Nederlands meisje en ik, surinaams Nederlands. Um, dat was mijn vriendinnengroep zes jaar lang. Dus eigenlijk. En toen ging ik nationalistiek. Wit! Dus ja. eigenlijk is Vinnie mijn eerste, buiten mijn familie, ah. mijn eerste Surinaamse vriendin. Oké. Okay. Nee, echt serieus? Dat denk ik en wel. dat wist jij niet. Dat wist ik helemaal niet. Ja, ik had, tuurlijk. Je had wel hè, hier en daar mensen met wie je omging of zo. Maar echt mijn eerste echte Surinaamse, ja. En jij vulde al, je, je liet al weten dat jij bent dus in een witte omgeving ook opgegroeid. Geldt ja. dat ook voor jou? Uh, Jij bent niet de eerste wansie. Uh, nee, 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 want zij zochten <laughs> <laughs> alle mensen van haar club zochten elkaar op. Nee, ik heb geen kleur. I'll take it. I'll yeah. take it, whatever. Uh... Nee, nee dat, is niet waar, dat is niet waar. Maar ik zat op een school in Haarlem. En daar zaten inderdaad bijna alleen maar witte mensen. En de, een grote vriendin. Uh, ik had veel witte vriendinnen. Maar toevallig, ik was op een reunie laatst. Uh, mijn school bestond 100 jaar geloof ik, of 75. Volgens mij 100. En toen uh, vroeg iemand gewoon aan mij: Hey, hoe is het met jou en uh, met wie ga je nog om? Toen zei ik nog met die en die en die. En toen dacht ik: Oh, dat zijn eigenlijk alleen maar de zwarte Oh <laughs> ja, die daar op de school zaten, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. De drie dames met die ik nog zie, dat zijn to toevallig de drie donkere dames ja. van mijn school. Dus um, ja, dat was eigenlijk wel, uh, dat is wel toevallig. Maar ik weet niet of dat toevallig is, maar ik denk het niet hoor. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Mijn beste, mijn, ik heb twee beste vriendinnen. Deze en nog een andere. En mijn andere beste vriendin ken ik vanaf de brugklas. Mm -hmm. En zij is half Nederlands, half Surinaams. Okay. En wij zaten ook niet in dezelfde klasse. Maar ja, ik weet niet, ik had Top gewoon een ja, ik klik met haar. En nog steeds, okay. was getuige op mijn huwelijk. Ze is uh, peet, moeder van mijn zoontje. Mm -hmm. En ik van haar zoon. Dus ja, ik weet niet. Ja. Oké, okay. dus gelijk een brug naar... Uh, eigenlijk ja. even checken wat zat met jullie uh, uh, liefdestatus. Jij bent dus getrouwd. Uh, kinderen. Ja. Wat is bij jou het verhaal? Ik heb een partner. Een <laughs> partner. <laughs> uh, en um, uh, een dochtertje van bijna een jaar en een bonuszoon. Oké, okay, that's ja. a beautiful thing. Ja. En uh, die partner van jou die trekt al jouw wantsy dingen. Zoals romantiek hoeft niet per se. Hij neemt het er maar bij. Hij neemt het er maar bij. Nee, maar dat is mooi. Ik vind dat altijd bijzonder. Op een bepaalde leeftijd zeg je, ja oké, dit is af en toe. Dit weet jij niet romantisch te maken. Nee, hè? Dat geloof ik. had some sens in haar. Nee, bellen. Nee, dat geloof Hij zei, op een gegeven moment ben ik gewoon te oud om echt heel moeilijk te doen. En dat is toch ook zo. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je denkt. Ik kan nu wel op zoek gaan naar de next best thing. maar ik kan ook gewoon zeggen, dit is uh, niet, dit is goed genoeg, want dat klinkt echt heel verdrietig. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat klinkt nee, heel verdrietig. Ja, dat bedoel ik niet, maar deze is leuk genoeg om die vervelende dingen erbij te nemen. Maar jij zegt dat zo, uh, uh, maar, maar nu lijkt het alsof, er, alsof hij ook zei van, nou, nah, we doen het maar ermee. Nee. Maar ik kan zien of dat waar is, ja of nee. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe ging dat? Um, we waren op een barbecue. Um, mm -hmm. Ik was met een vriendin mee, die weer met een vriendin mee was, want zij kende de dame. Oké, okay. <laughs> dus het was een, een soort burenbarbecue. Ja. En uh, wij waren dus via die dame. Um, en uh, hij was uh, bij een vriend van hem, die dus de buurman is van die andere dame. En op een gegeven moment begon het te regenen, dus toen gingen we naar huis, of gingen we naar binnen. En toen kwam die buurman dus van hé, hey, komen jullie niet naar mijn huis, want wij zaten met alle dames. In, in haar huis. En toen gingen we naar het andere huis. Uh, en daar zat, uh, zat uh, nou, de man. Ja. En ik zag hem. Het... En ik dacht, hé. Hey. Oh. <laughs> oh, toch wel. Maar nou. hij, ja, zeker. Maar hij zat met een dame aan tafel. Dus ik dacht, oh, nou ja, die is bezet. En toen ja. begon hij ook over mijn zoon. Dus ik denk, oh, nou ja, weet je, daar hoort uh, vrouw en beset kind bij. Bezet. En even uh, kind. kinderen. Ja, dus ik dacht, nou ja, laat, laat maar. Ja. En toen uh, bleek dus dat hij uh, toch had geïnformeerd. Ook oh, naar serieus? jou. Dus ja. hij ja. dacht ja. ook ja. Het... van. Ja. Wie ja, is die, die kleine? Kijk, en dit is precies. Sorry hè. Ik, ik ga het toch onderbreken. Ja. Maar dit is precies waarom ik het verhaal naar het verhaal vraag. Om te laten zien mm. dat het toch een stuk romantischer is dan dat jij het in je hoofd hebt. Ga verder. Ja, nee, ja, nee dat hij vroeg wie is die kleine. Dus zie je werd uh, gelijk afgelopen. Nee, oké, okay, nee, we zijn ja, die Ja, die kleine? nee, dat. Nee, ja, toen zijn we met een groepje uitgegaan. Ja. En daarna nummers uitgewisseld. Ja. Elkaar gezien, volgens mij op kwakkel. Volgens mij uh, voor de tweede, derde keer. En, uh, en daarna zijn we gaan daten. En nu, Zoals. vandaag de dag, zoveel jaar verder. Ja. En een dochtertje erbij. Ja. Dat is toch romantisch, Wansi? Ja, is het? Kappen nou. Ja, yes, Hé, hey, praat is. Met, je, <laughs> met je zus. Want jullie noemen elkaar ook zus. Ze ja, staat als zus, zus in je telefoon. Ook in je telefoon. Hoe was jullie eerst de beef? Of zijn jullie te genuanceerd om ruzie te maken met elkaar? Ik weet, we hebben geen ruzie. Denk Heb ik. ruzie? We, hebben we zelf, ik weet we ooit hebben. We hebben Ik weet niet of we een We verschillen van mening, maar we hebben geen ruzie. Het enige wat wij hebben is dat we soms te lang doorgaan over ja. iets. En dan is het, nee, moet door. we moeten we door. moeten we door. Dat is het. En dan is onze, onze mantra is altijd, we zijn hopeloos. Ja, want dat zijn wij. Want dat zijn we. Nou, we ik weet, je hebt één het ervaren. Keer, nee. We waren er wel een keer, we niet helemaal op nee, tijd. We hebben toch maar. wel een keer, nee, niet ruzie, maar dat we volgens mij... Als Jullie we... moesten elkaar even niet een paar dagen, weken nee, nee, of iets. Nee, dat, nooit. dat is nooit. Nee, dat nee. Is no, nooit Nee, want dan, ik kan, stel dat ik boos op haar zou zijn, maar één minuut later zie ik iets op Instagram of zo, of iets wat ik wil delen. Ik ja, dan, dan mag ik niet voor ze, waarom zou ik ja, boos op nou haar? wie zijn? moet je gaan? Ja. Dan moet ik altijd even ja. met haar delen. Ja. Ja. ik ja. heb echt, want dat is zo, als, als je ruzie hebt met Finn, dan ligt het aan jou. Ik wil niks horen. Ik geloof dat meteen. Ja. Ja. Het kan niet. Ik geloof het dat kan meteen. Niet dat het ja. aan, aan haar ligt. Bij, ja. ja. bij mij, doe zelf niet de hand in. Met, met de als iemand zegt, je hebt ruzie met de doe maar niet, want het kan best aan mij liggen. Maar bij haar, gewoon, dat kan niet. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus, ja. <gijori> ja. Nee, ik weet niet. Nee. Ik. Ja. ik kan me ook, ook helemaal niet herinneren nee, dat we er we zijn. Hoe uh, nee, lang zijn we ja. samen? 2006. <gijori> ja. Dat Zo kijk ik ook naar jullie. Hè. Ja, ja. Hoe ja. Zijn jullie ja. samen? 2006? Ja. 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 Dus 2006. April -tun... 2006? Ja. 15 jaar. Zijn jullie ja. samen? Het ja. is een beautiful thing. Maar los van dat jij samen bent met Wansi, ben je dus ook samen met de man. Ik ben ook samen met de man. Ja. En dat was voor Wansie. Uh, nee, tegelijkertijd. Alleen oh, al, ja. Ja. ja, is dat, hè? Ja, 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 ja. Oké. Okay. Deze bleek gewoon samen te wonen. She did not tell me. Ah, nee, maar dat was nog vers, hoor. Je wil alles direct weten. Je woonde samen, gelijk. Ja. Nee, maar ik heb het daar niet nee. verteld. Niemand wist het. Nee, dus, maar dus, nee, want we hingen al een tijd en zo. Ja. En ik denk gewoon, want ik zes, het was Vin Huis in mijn mm. telefoon. Mm -hmm. bleek gewoon, uh, ja. Er bleek gewoon een man uh, bij te horen. Be secretive. Be secretive. Ik bel naar haar huis. Nee, maar ik was gewoon, het was. Het was ik heb nooit echt een vriend gehad daarvoor. En ja, mensen kenden mij gewoon als dat ik vrijgezel was en dat ik niemand had. En op een gegeven moment kwam ik deze man tegen. En ja, dat was heel erg leuk. Maar je, je vindt het een beetje eng. Je durft nog niet helemaal. Mensen. En ik wist gewoon, als ik, me, als ik, ik, wist als ik het mensen ga vertellen. Serieus? Wie dan? Dan wilden ze alles weten. Dus ik dacht, laat me het nog eventjes, als ik het zeker weet. Give it time, en, ja. en achteraf okay. wist ik het natuurlijk al twee, drie jaar zeker. Zeven, want ik was al verliefd op hem vanaf mijn zeventiende. Maar toen okay. was ik dan... Uh, toen, 25, toen kregen we pas wat. En ja, toen heb ik het. Uh, volgens mij een jaar later of zo, of twee jaar later. I guess. gezegd, ja. ja. Oh, maar dat is romantisch. Ja, dat is ja. Toch een mooi verhaal. En die van jou ook trouwens. <laughs> Romantiek bestaat, hè, <laughs> man. Maar je was dus ja. al heel lang verliefd, zeven ja. jaar verliefd. En pas ja. zeven jaar later kreeg je iets. Uh, op mijn zeventiende. Maar hij was, uh, vond ik hem al heel erg leuk. En toen, hij gaf al les op de middelbare school. Maar hij zei toen, ja, achteraf zei hij, ik jij zat nog in eindexamen VWO, maar je, ik wilde niet daten met iemand op, ja, die nog op de middelbare school zat terwijl ik les gaf. Niet op dezelfde school, maar nou, we zaten dan okay. in dezelfde stad. Maar hij zei, dat voelde toch raar. Hmm. Maar iets speelde wel er iets. Het was al heel lang een zaadje. Okay. Heel lang was er al een zaadje geplant ja. in mijn hoofd ergens. Ja. Goed woordkeuze. <laughs> Nee, ik vind van wel. En, uh, uh, dus, en dan uiteindelijk. No j, 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 jouw verhaal is dus ook getrouwd, uh, kinderen, alles. Uh, ja, ik maar ben, ik, maar ik... ik vind het mooi. Dus je oh. eerste vriend zei je, ja, dat eerste vind vriend. ik mooi. Ja, ja. Daar ben je nog mee. Ja. Heel zeldzaam dit. Uh, tenminste, ik zeg heel, laten we het zeldzaam noemen. Ik haal heel weg. Ik ken het verhaal niet veel om me heen, laat me het zo zeggen. Ja. Dus je eerste vriendje en nog samen. Hij vond het ook zeldzaam. Ja, toch wel. Want zij hebben andere ervaringen. Hij had wel exen, ja. Oké, mooi. En was dat bewust of? Uh, Ikke. Ja, nee. was je altijd bewust naar iets dat je zegt? Had je nee, een beeld ik was van? Gewoon, ik was wel romantisch, dus ik was ook niet van het. Uh, als je, ik weet, als ik dan naar een schoolfeest ging, dan gingen mensen met elkaar zoenen en zo. Ja. En dat vond ik dan nooit zo prettig. Ik dat, dacht, ja. Dat... Jij hoeft er niet mee te doen, ik toch? Nee, nee. Om, om ik te het, zien. Of, nee, of het idee dat nee, jij het idee dat zou doen? Dat Ik zou gewoon zoenen ah, voor een avond. Dat vond ik gewoon niet zo prettig. Dan moet het gelijk zoenen voor live? Nou, vond ik, ik wist wel als ik met iemand over zou blijven. dan wil ik met je trouwen. Dan hoef ik niet. Ik heb geen tijd voor onzin. Dat was eigenlijk de, op mijn die jonge leeftijd al. Oh, joh. Ja, en ik vond het een beetje ook. Van, van waar komt dat? Van jezelf? Uh, of is dat een voorbeeld? Dat of ik, wat? Nee, ja, mijn, mijn ouders zijn ook nog steeds samen. Ik weet niet misschien dat het daarom komt. Mm. Ze zijn ook al vanaf. Of geloof of hun... iets. Ik ben inderdaad ook... Ik, ik denk niet dat... <laughs> nee, ik, nou zeg, je kijkt vies. Nee, <laughs> ik nee, nee, zag nee. het. Ik ben, ik ben aan het figure this out, omdat ik het bijzonder vind... Mm -hmm. Van waar komt het, zit ja, ik aan te dat denken. Is, dat Want dan ga ik om... daar zoeken. Hè? Ik, 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 nee, luister, ga, ik ga nooit ik heb... naar de kerk. Maar het is het eerste luister, wat ik doe als ik hier weg ga. Zijn ze open? Nee. Okay. Luister, over domme vragen bestaan wel gesproken. Ik heb het ook heel vaak gehad. Mensen die aan me vragen. Maar heb je geen vriend? Op een gegeven moment dachten mensen zelf dat ik op vrouw viel. Mm. Ik heb echt en dan dat kom je, je dus met deze wel aan wel een kakken, Met een girl crush Dat ja, wij ja. een stelletje zijn. Ik zou bijvoorbeeld... Maar nog steeds. Ik moest een keer een reportage maken. En toen... kijk we zijn nu al glamdap hè maar mm -hmm. voor ma ons doen. Voor ons we doen we zijn <laughs> ja. helemaal niet glamdap ja. maar oké okay. maar normaal gesproken ja weet je hebben oorbellen hey, ja. maar jullie zijn de goede dank Dankjewel. Ah, dankjewel. Ja. Ja. maar um, dan is het gewoon geen make-up gewoon en je, als je een reportage maakt mijn go-to is gewoon mijn vliezestraat spijkerbroek en mijn la laarzen Sex. en ik was toen, ja. <laughs> het is vooral praktisch ja. en, uh, toen moest ik een reportage maken in Amsterdam ergens over een fototentoonstelling. En ik was gewoon lekker bezig. Op een gegeven moment komt er iemand naar me toe die zegt: Oh, wat leuk, wat goed, wat leuk dat je bezig bent. We hebben meer mensen zoals jij nodig. Dus ik dacht: oh, misschien meer vrouwen of misschien meer mensen van Vanix, Want ik, werkte, ik werk ook bij Fanix. Um, maar ik had geen tijd om het kaartje nog te, te kijken. Ja. En toen um, liep ik naar het station en toen dacht ik, Heel laat maar dat kaartje bekijken. Dus ik pakte het kaart. Er stond een roze in beeld. Um, een mediaorganisatie voor uh, queer mensen in de media. Ja, Toen dacht uh, ik, oh, ik heb haar geweldig. Ja, het. compliment. Maar is niet okay. jouw verhaal. Nee, het is niet, het is totaal niet. Okay. Want als ze dan horen wat mijn verhaal is, dan vinden yeah. mensen me een beetje uh, traditioneel misschien soms. Ja, dus, traditioneel. Ja. Hey, hey, ik vind het mooi. Dat meen ik echt. En uh, als ze stout het helemaal. Ik vind het gewoon mooi. Nee, ik vind het echt mooi. Ja, mooi. Ik ook. Ja. Stel je voor dat je ze eindigen met een doet als mij. <hums> het zou had ook gekund hey, en ik wat niet. prachtig zou zijn hè by the way uh, dat bedoel ik goed ja. dus iemand die heeft geleefd ja. ik maar mijn denk, man heeft ik, ook geleefd ik, nee, ik, mijn man is ook niet hetzelfde nee precies ik? Nou, ik denk niet eens dat ik dat ik, 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 ik weet niet of ik dat zou aandurven waarom niet die verantwoordelijkheid ik denk nu hardop hè en, en luister ik ga ik ga ik ga ik ga het feit van dat ik uh, de dames van domme vragen uh, bestaan wel hier heb ga ik goed gebruik van maken <laughs> Oké. <Okay>. Ja? aan <Ja. laughs> nee, mij. nee 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 maar uh, ik, nee ik denk nu hardop uh -huh. Uh, ik zou dan. Ja, ik, ga heel, uh, ja, ik zou dan denken dat het bijna kwetsbaar, fragiel van oe, mm, mm, rekening houden. Ik wil niet. Dat ik bijna denk van mm, is het wel een goed idee. Dadelijk fok ik je libi op met weet ik veel wat. Dus ik heb, ik heb het over mij, als ik voorstel mm. dat ik met. Maar zo met een... wat zou je het opfokken dan? Ja. Met je gedrag? Of, of je beeld over de liefde? Oh, maar, uh, ja, dat weet, dus ik vraag me dat af. Ja. Met, met mijn gedrag of, met, of hoe ik in het leven sta. En dan kom ik opeens jou dadelijk besmetten met uh, mijn wildness. Ja, dat is niks of... mis mee natuurlijk. Ja, nee. maar dat is toch ook onderdeel van het leven op een gegeven moment. Dus je zou er open voor staan. Nee, maar je, nee, kijk, op dat moment. <laughs> kijk, kijk, voor jou ook hier altijd <laughs> nee. <laughs> nee, maar je weet, je weet kijk, dit, het is toevallig zo gelopen. En kijk, ik heb het idee, het heeft zo moeten zijn met ons twee. Ja. Ik bedoel, want er waren zoveel lijntjes die, naar, die ons naar elkaar toe brachten. Ik bedoel, hij kende mijn broers al. Uh, ik ging naar de kerk met zijn beste vriend. Ja. En uh, ja, er waren gewoon zoveel lijntjes. dat het wel zo heeft moeten zijn. Maar voor hetzelfde geld. Was, het was ik wel uh, met iemand anders geweest? Had ik wel een ex gehad? Of dat, dat weet ik helemaal niet. Het kon heb, gewoon zomaar zo. Ja, inzij. want ik, ik heb niet het idee. mensen vragen het me altijd hetzelfde. Ik drink bijvoorbeeld geen alcohol. Hè? Dan denken mensen altijd. Oh, je drinkt vast geen alcohol. omdat je hier en hier om. Maar het is gewoon toeval. Ik vind het toevallig niet lekker. Ik vind het niks gewoon lekker. Ja, en het is toevallig zo dat ik denk. Ik vind het prettig als ik met iemand ben dat ik weet, oké, okay, ik hoef me geen zorgen te maken over gedoe. Ik wil niet dat iemand een ex wordt. Ik zou het leuk vinden Mooi als maar... ik met iemand ben dat iemand gewoon stick for life. Maar weet je wat ik wel hier uh, inspirerend aan vind als jij zo wil praten? Is dat jij een bepaald beeld had, daar ja, heb je aan gehouden, ja. uh, en nu ziet het eruit zoals jij wilt. Ja, maar het komt. Dat is niet zo. makkelijker hoor, ja, altijd lek Het is niet zo dat het, want ik wil alleen maar zeggen, ik heb een beeld, maar voor hetzelfde geld was mijn beeld bijgesteld door... Had je het mij wel eerder ontmoet ja, en ging je het niet. krom? Ja. Dat bedoel ik. Dat, Dat is niet. eigenlijk ja. wat ik probeer te zeggen. En dit is echt niet omdat ik denk, oh, toevallig... ja, ik ben inderdaad christelijk opgevoed. Ik heb inderdaad allemaal... Ik heb inderdaad... Maar ik heb inderdaad uh, best redelijk... Wat, nou, ik had best wel strenge ouders ge, uh, gehad. En ik heb inderdaad broers boven me. Dus ik was het jongste meisje. En ik ben Ook inderdaad nog. beschermend opgevoed. Dat is inderdaad allemaal waar. Mag maar het ooit... had net zo goed anders kunnen zijn. Nou, je, ja. no je, je noemt het allemaal op. Ja, ja, ja. ja. Je zegt dat erachteraan, maar je noemt het allemaal op. Ja. En, en het lijkt voor mij redenen waarom het eruit ziet zoals ja. het eruit ziet. Mm -hmm. uh. Nou, maar ik denk, ik, 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 voel, ik, ik wil graag geloven. Ja, dat dat ik ook. Juist, dat is het. Jij wilt graag geloven. Ja. Ja. Dat ik ook wel ja. een wat uh, een ander type had kunnen zijn. Dat ik ook Bansi had kunnen zijn. Met Die, die wat meer ex. Nee, toch? Ja. Jouw verhaal, want jij bent ja. dan niet per se dan uh, uh, zo vroom. Nee. Nee, uh, zeker niet. Uh, maar bijzonder. <laughs> ja. Oh, dat is waarom jij, want zij is dan nee, meer romantisch. Nou, het is best wel grappig, want toen we elkaar leren kennen, was mijn relatie net uit, denk ik. Ja. Uh, een jaartje. Ik heb van mijn, uh, ik was ook een laatbloeiende, was kapot. Ik was gewoon een nerd. In alles. Uh, ja, best wel. Uh, van mijn achttiende, uh, bijna negentiende, tot mijn vijfentwintigste relatie gehad. Wacht even, die begrijp ik niet. Van je achttiende tot je negentiende? Daar... Nee, dus ik, ik was een maand later werd ik negentien. Dus ik kan zeggen van mijn negentiende tot mijn vijftiende. Oh, oh, zat je in een relatie? Ja. Okay, ja. ja, dat was mijn eerste vriendje, was dus ook meteen heel lang. Ja. Niet per se een beste relatie. Dus het begon als Finny. Het begon als Finny, maar ja, ergens. Ja, Ja. ja. Mm -hmm. en uh, uh, nou ja, dat is toen uh, dus misgelopen. Ja. Um, en daarna eigenlijk gewoon nooit meer echt uh, een echte relatie. Ja, en daarna gehad. ging het los of zo, is dat wat je zegt? Niet meteen. <laughs> maar mijn moeder kan dit zien zo. Ja, ja daarom. Je denk dat ik... Blijf hier een heb. Surinaamse vrouw. Dat, sowieso. Dus, ja. um... Nee, maar je was dus wat meer... Uh, uh, je, jezelf ontdekken. Ja, ik heb wel wat ontdekt, ja. Oké. Okay. Ja. In die tijd uh, begon jij dus single, net uit. Ja. Daar is dus in die... Sussen, uh, ik wil het zeggen vriendschap, maar het zijn zussen gewoon, jullie noemen elkaar ja. ook zus. Is een huwelijk bijgekomen, een vriend, maar ook kinderen. Hoe, uh -huh. hoe, hoe, hoe ziet dat eruit dan? Dat jullie nu kunnen, dat samen kunnen delen? Niet? Alleen maar door de telefoon, want we zien elkaar. <laughs> ja. Oh, niet? Dat dat is, dat is zit tijd. er gewoon. In. Jij, jij moest ons bij elkaar brengen ja. hier. Ja, nee, daar ben ik voor. Maar hoe lang geleden ja. hebben we elkaar nu echt fysiek gezien? Dat zijn nou ja. ja, de podcastopnames. Oh de podcastopnames, ja. 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 En door de Rona natuurlijk, hè? Ja. Want jij zegt, jij bent een laat bloeier. Je hebt ja. dan een meisje, leuk meisje bij de W. die ja. heb je dan ook laat gehad. Ja, ja ik ben een oude moeder. Ja, nou, dat zeg je. Ja, ik ben 41. 41, ja. Hoe is dat? Ja, ik, 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 ik weet niet hoe het anders zou zijn, hè? Ja. En ik, ik heb ook het idee dat ze is gekomen op het moment dat ze moest komen. Want toch had jij een kinderwens? Nou, dat is grappig. Toen ik mijn eerste relatie had, was het een soort van vanzelfsprekendheid. Ik denk dat iedereen, de meeste mensen denken: je hebt een relatie, op een gegeven moment ga je samenwonen. wonen, misschien trouwen kinderen. Toen ging die relatie uit en dacht ik: maar wacht even, wil ik wel kinderen? Ja, en daarom en vraag dat... ik dat. Ik, ik lijk te herinneren. Ja. dat jij eigenlijk erin stond. dat je niet per se. Volgens mij nee, heb ik ooit zo'n gesprek klopt. met jou nee, gehad. Klopt. Zit ik, ik nu nog te denken. kinderen zijn niet zaligmakend. En dat vind ik nog steeds. <laughs> ja, nee, dat heb ik. Ik, ik, heb, ja, ik heb altijd gezegd. Mijn leven is niet mislukt als ik geen kind heb. Uh, en ik denk ook. als ik nu single was, had ik geen kind gehad hoor. Het is niet zo dat ik het in mijn eentje zou hebben gedaan. of. Uh, Weet je wel, uh, uh, waar, waar ik overigens wel heel veel respect voor heb, nog meer respect sinds ik inderdaad een kind heb, uh, voor mensen die het in hun eentje doen. Uh, maar dat, dat, dat zou niet mijn pad zijn geweest. Zo diep zat die kinderwens niet. Het was echt puur in deze relatie, had ik het idee dat, het, dat ik een kindje wilde met hem. Oh, maar dat was het wel. Dus ja. je wilde het wel. Dus het is niet van één. Hey, nee, een kind dat is gegroeid met... hoor. Dat, oh, okay. is, dat was niet in het begin. Nee, ja. en het is ook, dat is ook een afweging die je maakt van ja. Ja, je verliest inderdaad best wel wat vrijheid. Weet je, ga, je daar, ga je dat, hè, dat avontuur aan? Ja. Um, dus dat zijn wel afwegingen die je Maar dat, dat klinkt bijna heel praktisch, zeg maar. Dat, dat, uh... Nee, nee, want het was echt een gevoelsmatige uh, beslissing uiteindelijk, hoor. Ik ja. kan, kan het niet echt uitleggen. Uh, maar inderdaad, ieder daarom. Ieder, oh, ben jij moeder? Ja, ja. ja, oh, dat, ja dat <tie> nee, maar dat is dan waarschijnlijk omdat jij uh, je, je voorheen hebt uitgesproken... op bepaalde uitspraken hebt ja. gedaan waardoor mensen denken van... Ja. Uh, dus dan is het niet zo gek dat mensen dat zeggen, toch? Nee, maar, ja, en ik sta er nog steeds achter. En, en wat is dat precies? Dat je niet mislukt bent als je niet... Uh... Ja, en ik, want ik heb natuurlijk heel lang aan de andere kant gestaan. Ik ja. uh, krijgt er heel veel opmerkingen op een gegeven moment. Hè, als ja, als jij, uh, dus da dus, dus mm. daar wil ik het eigenlijk over hebben, want dat vraag ik me af. En dan jij hebt uiteindelijk dan wel... Een kind uh, gekregen en sterker ja. nog ervoor gekozen van: ja. met deze man wil ik een kind. Ja. Uh, dat nog maar lukken, hè? Vind, vind, ja. vind, vind je dan dat je zelf uh, 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 een sell-out bent tegenover die oude onesie? Het voelt wel een beetje ja? zo. Ja. Toch ja. Wel, hè? ja. Of tenminste, het is heel moeilijk om inderdaad... aan mensen duidelijk te maken dat ik nog steeds dat standpunt ook heb. Ja, want het is een beetje, uh, wordt het een beetje krom dan, uh. Mensen ja, denken ja, dat het een of het ander Ja, terwijl dat vaak, is dus niet, is zo, niet want zo. Want het is. Ja. Ik, vind, ik vind wel echt dat de maatschappij veel te veel. Uh, voor vrouwen vooral de focus legt op moederschap. En ik vind ook zeg maar die hele moederschap, stripe en zo. daar krijg ik echt de kriebels van. Zo van de, de moedermaffia. Uh. Dus ik. Ik wil daar eigenlijk niet bij horen. Dus ik zeg: ik, ik, zeg, je hoort ik heb bij. een kind. Uh, nee, maar dit dus Ik heb een kind, maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen: ik ben moeder. Ja. Snap je ja, sna, ja, sna, okay, ja, dat? Het? Ja, ik snap het, maar. Snap ik je zou het echt, niet zeggen, maar... Snap je het echt, Vinnie? Ja, ik snap het wel, want je wil niet horen bij die groep die bepaalde dingen zegt. En die ja, dingen opleggen. En inderdaad, en ook houdt... wanneer je dan in een gezelschap bent uh, van, met mensen die geen kinderen hebben, dat je ze uitsluit. Want ja. het gaat alleen maar over de kinderen. En zo, ik, ik heb wat ik zeg, heel lang aan die kant gestaan. En dat is niet tof. En mensen realiseren zich dat niet. Ze doen het ook niet expres vaak. Hè? Nee, want dat wilde ik net zeggen. Soms. Maar dat, daar gaat het niet om. Hè? Want dat is een hele, ja. heel domme vraag. We staan wel. Het gaat er niet om of je iets expres doet of niet. Het gaat erom dat je Goed. soms even naar de andere kant moet kijken. Van hé, hey, hoe tof is het eigenlijk wat ik doe? En hoe komt dat binnen bij die ander? Ja. Mm. En dat, uh, dat doen moeders of ouders, moet ik zeggen, misschien doen dat niet zo vaak. Omdat het lijkt alsof het kind het belangrijkste in hun leven is en, en ook het enige waar je over kan praten. Ja, het komt ook omdat je ouder wordt en dan wordt de groep gewoon groter die moeder is. Kijk, als jij op je 25ste moeder wordt, of misschien op je 21ste, dan ben je vaak in de groep de enige. Ja. En dan is het leuk en dan, hè, dan is het nieuwigheid voor de groep en dan neem je je kind soms mee. Mm -hmm. En als je op een gegeven moment ouder wordt, dan gaat iedereen trouwen. Iedereen gaat samenwonen. Iedereen koopt een hond. Iedereen ja. komt in huis met een tuintje. En dan komt... koopt een hond. Hoor. Nee, dat is waar. Ja. <laughs> dat is waar. Nou, de, men, hè, de witte mensen die ik ken, die ja, kopen ja. een hond. Maar um, dan heb je met, ja, dan op een gegeven moment wordt de groep groter. En dan, ja, dan de nadeel is een beetje, dat is echt heel erg. Maar zodra je moeder hebt, er valt zoveel over te vertellen. Ze doen ja. zoveel, ze poepen de hele dag, ze willen de hele dag je aandacht. Er is zoveel is, wat je. Mijn kind is grappig, hè? Ja, ja dat ik vind ik ook. Het... Ja, Zou, heel... jouw ja, kind ja, is ja, precies. Ja, precies. Grappig. Nee, nee, ik bedoel, ieders kind is grappig of leuk of slim, <laughs> ja. weet ik veel. Maar ja. ik vind het heel grappig. Dus er zijn genoeg dingen om over te vertellen. Ja. Maar daarnaast ja. ben ik ook. Uh, Wonsie, mijn eigen persoon. Daarnaast ben Jeetje. ik Wonsie de DJ. Jeetje. Daarnaast ben ik Wonsie die van browniesbakken houdt. Uh, daarnaast ben ik Wonsie met een voetblog. Dus ik ben echt wel. Ik ben de dochter van Carla en Iwan. Dus dus van te weten Ik ben heel veel meer dan dat. Ja. En um, ik wil mm -hmm. niet dat het alleen maar gaat over moeder zijn. Mm -hmm. en, en misschien is het omdat ik <laughs> zelf dus inderdaad nog in die rol. Ik, bedoel, ik ben pas tien maanden moeder. Oh, tien maanden. Je, je spuugt het ook zo en, ja, aan, ja, in die naam. Ik heb nog een en, beetje die ja, oude Wonsie die ja, ja. zo. Uh, stellig altijd wilde ja. laten weten van hey... Nee, er is wel een... Want ik was toen een boek aan het lezen... wat heel, uh, heel tof uh, is. Dat heet Echte vrouwen krijgen een kind. Um, ja. oh, Daar ben ik toen in al. begonnen. Okay. Ja, ja en, Maar dat is wel letterlijk het idee dat je... In de maatschappij, een beetje krijgt, als je geen kind hebt, dan hoor je er toch niet echt bij. Mm -hmm. Het is alsof dat het enige doel is in het leven van een vrouw: om een kind te krijgen. En ook mensen die natuurlijk tegen je zeggen: ah, oh, wil je geen kinderen? Wacht maar. Ja, maar, Weet je, wel, dat soort maar je, je begrijpt wel dat jij nu inmiddels een kind hebt, Homo. Ja, dat snap dus, ik. Maar dus, nogmaals, ik heb het Dus jouw pleidooi, een beetje. Aan de andere kant gestaan. Ja, ja, ja. En, en ik, ik kan nog heel goed putten uit die emotie. Je hebt ja. okay, aan de andere, heel andere eerlijk, kant te staan. Ja, Precies. Maar heel, ja, maar heel eerlijk, ja. dus omdat je aan de andere kant hebt gestaan, maar nu heb je een kind. Ja. Dus je verhaal is ik nu eenmaal anders. Ik ben heel blij anders. met je. Ik wil niet dat op record... Nee, 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 nee. nee, nee dat is, of course. Ja. Ja. Maar je komt er niet omheen dat het tijd wordt om je verhaal aan te passen. Bonsie. Ik heb een kind, ja. Nee, maar je kan toch ook... So, no, de, de, uh, denken dat uh, niet alles draait om het kind zelf en nog steeds moeder zijn. Dat, dat kan toch samen gaan? Ja. Dat kan samen, ja. Alleen ik krijg het idee dat, dat je voorheen uh, bijna een beetje... Uh... Militant? Juist. <laughs> daarover was. leuk. Op een gegeven moment had ik wel bedacht. als mensen aan me vragen: hè, en heb jij nog geen kinderen?. dat ik zou zeggen: nee, ik haat kinderen. Ja, je om je? Ja, dat gewoon een beetje dat de de... Je? Te, dat te kijken. Dat is wat ja, ik ja. bedoel. Ja. Ja. Maar dat je alleen dus... daarmee al speelt. laat zien van jij ja. wil eigenlijk. Uh... Ja, maar omdat ik mensen wil confronteren met wat ze zeggen. Uh -huh. omdat het, je weet niet wat er speelt. Ja. Ja, uh, uh, je weet niet of mensen. speelt uh, uh... geen kinderen, kan geen kinderen. Ze ja. ja. dus kunnen zoveel is dingen zijn, inderdaad. Maar het is inderdaad het beeld. Ik zou zwanger willen het nog niet zeggen. Ja. Juist. Of wil het nog niet zeggen in ja, de. No, sorry hè. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> sorry. Oh, wow. yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> heb je, oh, dat was jij? Nee, ja, nee, dat, dat, dat zei Toen toen. Ik wil wat leuks vertellen of zoiets. En ik zei, je bent zwanger. Ja, in de auto was dat toen? Ja, toen heb ik, heb ik het dus weggehaald. Maar waren even, mensen over, daarbij? Ik, nee, 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 nooit, nee, Maar dat was wel heel jammer, want ze wilde het zelf vertellen. Oh. Dus dat is ook meteen een wijze. Dus geweest. zij wilde het aan jou vertellen ja, en jij en nam dat moment weg. weg. Ja, dus dat nou. vind ik heel erg. Ja, Ervaar je het ja. ook zo? Ik, heb het, ik je kan je het me niet meer zo herinneren. Dus ik weet het niet. Was dat in die auto? Het moment is er toch nog? Want ze wilde het net vertellen, alleen jij Was het de eerste? voor Ja, ik denk. Uh... Was het de eerste keer dat ik was? Ja, Of ik... was het nee, in je auto. Ik denk, nee, was het niet ik de eerste niet. keer? Nee, nee, dat denk ik ook niet. Want dat heb ik je toen in de auto verteld. Ja, dat heb ja, je nee, Om de maar hoek bij de ja, ja, Jij snapt En bij jij, de jij ik, zeg, ja, ja. ik zei tegen dus... je, ik moet je wat vertellen, maar ik kan het je nog niet vertellen. Ja, ben ik ja. Nog, ja toen. dat doe je. Dat is niet. Ja. De eerste ja. nee. nee. nee, nee. Daarna was het. Nee, nee. maar daarna. Ik heb het niet onthouden, dus zo erg vond ik het niet. Misschien omdat zij het ook was. Jij ervaart het zo, omdat je Nee, omdat, omdat je het toen wel hebt gezegd, maar het is niet blijven hangen. Oh, ja, is nee, het is... Maar okay. ik heb daar dus wel van geleerd. Je moet mensen in hetzelfde ruimte geven om, om zoiets te vertellen. En okay. je moet het niet uh, van ze afpakken, zal ik maar zeggen. Okay. Ja, je leert best wel veel van domme vragen bestaan, wel? Hè? Nou, oh, 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 sowieso. Ja. Ja. sowieso. Uh, nee, doop, leuk. Uh, en wie was eerder? Jij? Ik was eerder, ja. Oké, okay, oké. Okay. Want jij hebt haar natuurlijk ook zo horen praten over het wel of niet kinderen hebben. Dus jij kent Wansje ook zo. Ja. Ja. Maar dan komt zij met het verhaal van: Hé, hey, Winnie. ja, mm. uh, kindje, man. <laughs> Wat was jouw reactie eerlijk? Nee, kijk. Dat is, dat is een beetje oneerlijk. Dat ik dat, dat, hoe, want het, dat, dat kwam echt niet uit het niets. Ik ken haar, we praten heel veel dingen, dus het kwam niet uit het niets. Volgens mij had ik. Uh, had ik tegen jou gezegd, we moeten weer zo'n foto oh, maken. Oh, dat was het ja. Dat was het ja. Nee, maar dat, dat, ja, dus okay. daar hoort een vorige daar hoort er bij. bij. Klopt, ja. Maar, uh, nee, ja. Ik we had hebben ook... heel veel dingen hetzelfde. En ja. ook, we hebben ook iets, iets naars meegemaakt samen, en tegelijkertijd. Ja. En uh, toen hadden we een selfie gemaakt. En toen, uh, een half jaar later zei ze tegen mij: we kunnen weer zo'n selfie maken. Dus dat was mijn manier om, ja, te zeggen. om te zeggen. En toen moest ik even nadenken, en toen zei ze ook nog tegen mij, en toen dacht ik. oh, oh Oké. Okay. Maar, maar, maar dat ja. nare, kunnen we het daarover hebben? Dat mag, ja maar. hoor. Dan kan ik al invullen waar jullie het over hebben. Ja. En dat hebben jullie ook tegelijkertijd meegemaakt? Ja, toevallig, ja. ja. Hoe is het beste om dat te benoemen? Nou ja, een miskraam hebben we allebei gehad. En ook tegelijkertijd? Nou, uh, ja. Dicht bij elkaar. Nee, weken van... Het is, het, is heel, het is niet om te lachen, maar het is echt heel bizar. En, dat en ik vond, lachen. Het is ja. niet om te lachen nee. en lachen. Want nee, maar het is echt. Maar dus I love ja, Ik het. vond het. Het is, het is zo bizar om te zien dat heel veel dingen bij ons gewoon hetzelfde gaan. Het ja. was gewoon echt. Want, ja. want ik weet nog. Ga, soms ga je terugrekenen. En toen dacht ik. Dan was zij ook al. En was ik ook ja, al. Ja, ja. Ja. En, was, toen, en dat was een beetje. Oh, wie had eerst een miskraam gekregen? Ik weet even. Ikke. Ikke. Maar dus, dus jij was, was net eerder, iets eerder zwanger. Ja, jij dan, was net iets eerder zwanger. En toen ik daarna. En toen ging ik naar New York. En ja. toen in New York hebben we gebeld. Toen waren we allebei nog zwanger. Ja. En toen na New York heb ik uh, volgens mij. Was, moest ik meteen naar het ziekenhuis. En ja. toen wist ik het. En toen heb ik het aan jou verteld. En toen twee weken later was jij. Ja. Heel bizar. Wow. ja En dat is een heel raar moment. Omdat je... En jij omdat bent je er ook dan een dan soort schuldig voelt. Van, ja. oh, bij mij is het nog wel... Uh, oh, ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Dat is raar, hè? Zeggen, dat oh is heel ja, raar. Maar ik voel ja. me dan schuldig. Dat ik niet wil dat zij zich schuldig vindt. Ja. Snap je? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dus ik wil me niet... Ik wil niet ja, niet ja, get wel, it. Hoorhoeven. Oh, 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 snap je? Ja, het is heel... Je wil allebei... En ondanks jullie beide gezond verstand uh, hebben en uh, niet dom zijn, kom je daar niet omheen. Dus jij leeft nee. met je, oh, ik wil niet. En zij, ja, ik wil ja. niet. Dat ja. is echt strange. Ja. Dat is heel uh, ja. rare. Heel rare wervelwind of ro ro Rollercoaster. Ja, precies. Rollerbaan. Ja. Weet je wel, heet het. Achbaan, ja. Achbaan heet het. Ja. En, ja. Van emoties. Ja. Weet ja. je wat ik heb als ik hoor, dat een, uh, mm. als ik dus hoor van een vrouw die ik in die misgrijm heb gehad? Dat je dan, jullie hebben het dan onder elkaar. Vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar dan iemand aan de buitenkant met alle goede bedoelingen. Ik neem aan dat je ook heel wat domme vragen of opmerkingen kunt maken tegenover iemand die een miskraam heeft gehad. Oh ja. Mm. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Bijvoorbeeld, ja, gewoon uh, weer proberen. Uh, oh ja, oh dat. ja, 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 ja. 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 Dat of wat, maar en dan niet verkeer, maar je zegt gewoon nee. probeer, maar laten we zeggen gewoon een goede toon van je wil iemand, je wil iets zeggen. Ja, ja, ja. ja maar je hoeft niks te zeggen. Je nee. maar maar moet er gewoon zijn. Nee je, niks te het je. Je. Ja. nee, je moet er gewoon ja. zijn. Ja. Hij uh, heeft gewoon een braza. Ja. Nee, nou ja, misschien in coronatijd niet. En som, maar, ja. en soms kun je ook gewoon zeggen, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat is dat, ook al iets. Dat is hem. Hè? Dat, ja. Ja. Niet uit. Ja. ja. Nee, dat Want is, als jullie al als lotgenoten niet weten hoe je daarmee om moet gaan, laat staan iemand die van buiten denkt, oh. Nee. nee, en het ding is inderdaad, mensen willen heel graag iets zeggen om je te helpen of je verdriet te verzachten of weet ik veel wat. Um, maar vaak gaan ze daardoor juist de mist in, ja, ja. omdat ja. ze heel dat krampachtig je. doen. En ja. nee, dat heb jij natuurlijk daarvoor ook nog ervaren. Ja. Ja. Want ja. het is helaas niet de enige keer dat, uh, nee. uh, dat het misging uh, bij Vin. En als, nee. als ik daarop terugkijk, heb ik dat, uh, vind ik, ook niet goed aangepakt naar jou toe. Wat niet dan? Nou, dat, heb, dat, was, maar dat, dat wist ik natuurlijk pas toen mijn vader was overleden. Dat je als iemand overlijdt. dan pas snap je hoe loos een opmerking als. laat maar weten als ik iets kan oh, doen. Ja, is. Ja. Maar je, oh ja, maar je zegt het toch. Ja, ja. Nou ja, ik zeg dat dus niet. Ja. Nee, maar ik heb het idee dat jij dat niet per se zo ontvangt. Maar jij vanuit jezelf? Ja. Nee, het is, het, is meer, het is meer dat je, het, dat je snapt. Kijk, uh, um, voor de miskraam heb ik een kind moeten begraven. Mijn eerste zoontje heb ik begraven. En. De, um, um, in mijn omgeving gebeurde het een jaar daarvoor ook. Maar toen was ik, had ik nog geen kinderen, had ik nog, was ik nog nooit zwanger geweest. Ja. En toen wist ik ook niet wat ik moest zeggen. En toevallig een jaar later overkwam het mij. En toen snapte ik pas wat je wel of niet moet zeggen. Je moet er gewoon zijn, je moet. En wat zei jij toen? En toen jij nog ja. niet wist wat je moest zeggen, wat zei jij toen? Uh... Of wat deed jij toen? Heel erg nadenken over wat ik Of oh, ze zal wel dit willen, ja. of ze zal wel ja. dat laat maar weten. Ja, ja, ja. Want ik zit nu te denken hoe ik heb gereageerd op uh, mensen die en ik denk dat dat het, dat het is. Ik weet niet wat ik moet zeggen, ja. En dat daarbij ja. mijn eerlijkheid ja. mij heeft geholpen om niet iets doms te zeggen. Ja, ja. Ik, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar Omdat ik, <laughs> maar ik vind het um, kijk, er zijn dingen die je kan zeggen die echt kwetsen, bijvoorbeeld als mensen zeggen. Ja. Het heeft zo moeten zijn of God heeft het zo bedoeld ja. of zo. Dat is wel heel pijnlijk. Ja, maar, maar omdat ik weet dat sommige mensen het vanuit... Ja, en ik heb ook een hekel hier aan, maar vanuit een goede bedoeling of mensen, mensen denken dat het wel iets voor je gaat doen, dan... Ja, ik kan daar niet op haat, ik kan er niet op boos, boos om worden, want ik snap dat. Ik heb een vriendin gehad, of nog, ze is nog steeds een vriendin van me. Zij heeft gewoon, ja, volgens mij een tijdje niks van zich laten horen, een paar maanden of zo. En die zei later gewoon, ik wist, ik wist het gewoon niet. Toen zei ik, dat is ook goed. Je zegt het me nu, ik snap dat. Want okay. het is ook moeilijk. Want je weet, ja, je, je komt iemand tegen, moet je er meteen over beginnen? Ga je je wil niet over koetjes en kalfjes beginnen. Maar je wil wel erkennen dat er iets is, mm. maar je wil niet meteen in het diepe springen met die persoon. Maar wat ga je dan doen? Dat is heel lastig als je ergens bij de, bij de uh, supermarkt sta, <laughs> staat, je spersibon staat te kopen, wil je niet meteen. Snap je? Dus het is ook lastig. Dat snap ik. Maar dat, dat ben jij dan met jouw karakter. Maar iemand stapt naar jou toe en die zegt: van... Misschien heb je dat ook al gehoord. God heeft het waarschijnlijk zo gewild. Uh, heb je dat gehoord? Nee, nee. nee. Oh, Oké, okay. nee. maar hoe zou je die ontvangen? Ja, ik kan daar niet zoveel mee. Ja. En het hangt er helemaal vanaf wie het zegt. Hè? Dat ook. Want wat dat ik bedoel, kijk, als het een ouder, Nou, ouder, iemand die naast is. Maar is dan, dan, dan zeg je niet dat je gewoon. Ik, ik iemand dan, die gewoon goede bedoelingen heeft. Met, jou, ja, die, die met je middel. Nou, ja, nee, kijk. Als het iemand is die dichtbij staat, dan kan je. Nee, ik denk dat je vaak op het moment zelf zo'n klap in je gezicht krijgt. dat je niet weet wat je moet zeggen. En als het moment daar is, kan je er later misschien op terugkomen. Ik heb bijvoorbeeld, maar dat is dan inderdaad niet met de miskraam, maar met Um, het overlijden van mijn vader heb ik wel een tijd bijvoorbeeld afstand genomen van, uh, van iemand. <tiek> omdat ik vond dat de manier waarop diegene er was voor mij niet was wat ik nodig had. En, en toen, toen we elkaar weer zagen, heb ik dat toen aangegeven. Van joh, ik, ik voel dat ik nog te veel emotie heb over het feit dat jij er niet was. Dat ik nu niet gezellig hier, weet je, volgende keer weer met jou kan gaan zitten. Ja. Uh, dus dat heb ik toen wel gezegd. Maar vaak op het moment zelf lukt dat niet. Nee. Um, je wil natuurlijk, hè, Je weet, je hebt altijd de beste comeback uh, drie dagen later <laughs> ja. als je weg <laughs> bent. Ja. En ik, ik vind dat, ik ben ook wel echt van de school. Je mag altijd ergens op terugkomen. Ja. Okay. Um, alleen de afweging die je vaak moet maken is heeft het zin. Um, met oude surnaams mensen misschien niet. Niet zo veel. Not so much. <laughs> maar, 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 misschien maar, ook wel. maar misschien dan iemand, je moeder wel. Ja. Mijn moeder is heel gelovig en doel, zij heeft ook wel eens dingen gezegd. En achter, achteraf kan ik het misschien. Uh, heb ik het ook wel eens met haar, uh, dan heb je het erover. Snap ja, je? Ja. Maar echt, als uh, iemand in de kerk of zo naar me toe komt, dan zeg je dank u wel en dan loop je door en dan denk je, uh, het is haar manier en dan is het klaar. Okay. Heb je wel eens met je moeder gehad over uh, wat ze zijn in het ziekenhuis? Over de Wat? Toen, toen wij naar het ziekenhuis kwamen. Oh, ja, dat heb ik wel eens over gehad, ja. Toen je niet mocht huilen. Ja, dus ik, dus, dus, nou ja, verschrikkelijk ja. nieuws natuurlijk. Uh, nieuws ik over precies... dat je kind bent verloren. Ja, ik ja. weet nog precies ja? waar ik was. Snap... Ik, lag, ik, ik was ook met haar toen, het, toen ik met mijn zoontje misging. En ja. zij heeft me ook jij hebt me ook geholpen in de lift, toch? Nee, dat was een andere collega, volgens mij. Ik was er wel, maar ik, ik, in ieder geval... Oh. Jij ging inderdaad wel naar het ziekenhuis met je had buikpijn. Ja. En toen, in, toen ik in het ziekenhuis uh, aankwam, bleek mijn zoontje al overleden. En toen ben ik bevallen. En toen zijn mijn, be, mijn, beste, mijn drie beste vriendinnen. Ik heb inderdaad nog één beste vriendin. Ik heb drie beste vriendinnen. Zij zijn ze met z'n drieën gekomen. En toen, wat ze, mijn ouders. Toen, toen zegt de moeder. Want zij lag natuurlijk in die kamer met, met mannen en zoon. En, ja. um, en ik kom daar. En de moeder. Niet huilen. Niet, je, mag niet, je mag niet huilen. Niet ja. huilen. <laughs> ja. Nou, ja. Dit, het was echt het allerverschrikkelijkste wat je maakt. Te ja. horen kon krijgen. Ja. Het gaat om iemand van wie, van wie je ziels wil houden. die iets verschrikkelijks heeft meegemaakt. Niet huilen. Ja. En, en heb ja. je gehuild? Nee, ja, ik durfde niet. Want ja, ze ouders. Ja, mag je mag niet huilen, dan ga je niet huilen toch? Nee, dus ik. Het, ik dus ik, ik dacht, even, We konden ja. er achteraf. Het is, het is natuurlijk ja, de, verschrikkelijk ja, allemaal. Ja. Maar we konden om sommige dingen. ook met mijn familie. kon en ik om huilen. Ook, ja, en ja, ja, want ze dachten ja. van. Weet je, je wil niet dat ze, ze mij oversturen. Ja, laat, of ja. wat dan ook. Terwijl wij, wij staan natuurlijk van de andere generatie van de school, laat het er maar zijn. Ja. Ja. Weet je wel? Ja. En dat is ook een, helaas heeft een ander vriendin van, van ons dit ook meegemaakt in Suriname. En daar was het, was het wel echt nog een tandje uh, ja. erger met reacties. Um, daar, kom, daar hoor je ook vaak: het heeft zo moeten zijn, of het ja. is uh, Gods wil. Of, uh, alle ergste, ja. want zij heeft er ook een boek over geschreven. Uh, ga ik toch even noemen: Lege handen, lege buik. Mm -hmm. uh, van, nee, sorry, zeg ik dat goed? Ja, lege handen, lege buik. Uh, van Anne-Griet Weigers. Um, en dat in haar boek noemt ze ook dat iemand dan in het ziekenhuis, volgens mij, heeft gezegd: Van uh, um, ja, weet je, VNIF maakt het ook, maar die uh, heeft het met een andere man geprobeerd. En toen uh, is er kind wel. Uh, in het ziekenhuis, iemand die in het ziekenhuis werkt. Ja, ja, okay. ja. ja, een ja. zuster, weet ja. je wel? En dat, ja, nou ja ik, ik weet niet eens wat ik daar ja, ik, weet, I don't know, ja. wat moet je zeggen? Mensen, mensen gaan er ook vaak van uit dat je als je zoiets meemaakt, dat je eigenlijk in je hoofd al bezig bent om het nou, met, met de volgende te volgen en ja. een goed resultaat. Terwijl jij eigenlijk ja. nog zit met je verdriet ja. en je denkt, waar ga ik mijn kind begraven? Moet hij opgebaard liggen? Ga ik hem afleggen? Moet ik de aflegvereniging behoudt, bellen? Hij is er niet meer. Ja, precies. Met je verdriet ben je nog bezig. En uh, wat, waar ik mee bezig was toen hij werd geboren. Uh, Kijk, ik hou heel erg van Surinaamse aflegverenigingen. Ik dacht, kan dat wel? Hij is zo klein, zo jong. Wat gaan ze met hem doen? Daar was ik. En dan komen mensen met al uh, ja, over een soort van religieuze uh, ja, verantwoording. Hoe het dan zo heeft kunnen komen en waarom ja. God dit zo bedoeld heeft. Toen dacht ik, ja, maar ik ben nu een dekentje voor hem aan het Hij uitzoeken. is nu een vlinder. Oh ja. <laughs> ja. ja. Ja, ja. Nee, sorry. Nee, dat zeg ik maar nee. er zijn ook mensen die daar wel uh, uh, nee, nee, maar, iets uithalen Nee, maar waarom? Hè? Sorry. Want kijk, jullie. Nee, dit... omdat ik ik wil dus ook niet met, ik vind met het die goed. opmerking die Nee, maar voor ik vind het goed. Ik vind het goed dat jullie zijn die vrouwen die dit hebben meegemaakt mm -hmm. en goed overbrengen dan met zo. Dat is de manier hoe jij het brengt. Van luister, dit stoort. Doe dat niet. Ja. Want ja. Je zegt, een meisje om me heen, een andere dame om me heen heeft dat meegemaakt. Het gebeurt dus veel miskraam. Ik, ja. ik, ik heb zo, nou, ik denk ik heb geen idee met? wat je moet zeggen. Wat, 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 wat moet je zeggen? Want hier hoor je, het beste is dus, dat is de conclusie. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, of vraag, of, of, of vraag, wat heb je nodig, wat vervelend voor je? Ja. Misschien als je, je kan ook aan de persoon kijk, kijken, hoe de persoon er, eruit ziet. Als je, ja. je persoon naar beneden gaat, helpt, neem de persoon in je armen. Of, ja. Hou de hand vast of zeg uh, ik ga even je jas halen, ik ga vanavond voor je koken gaan zitten. Ik, doe... Weet ik, je wel, denk, zo? Bijna, ik denk bijna dan als ik hardop denk, hè, dan denk ik bijna doe, maar zeg minder. Ja, maar echt, doe gewoon. Letterlijk, ja. Een knuffel, ja, ja. een deksel, ja, actie, ja. alles, ook. acties ja, denk ja. ik. Dat is de, ik denk minder hoe ik zou uh, reageren, wat een betere reactie zou zijn. Ho Hopende dat ik nooit meer een vrouw hoef Horen zeggen ik heb een miskraam gehad. Ja, of, ja, helaas, dat is gewoon niet Ja. En kijk, wat wel zo was, omdat ik Vin nou ja, heeft het meegemaakt, wat ik zeg, die andere vriendin, ik heb zoveel hm. mensen om me heen die dus niet een miskraam hebben gehad, maar echt een doodgeboren kind. En inderdaad, op het moment dat je dat vertelt, dan heeft iedereen zo'n verhaal. Ja. Dat is echt, hm. echt ongelooflijk. Je, je, daar, hou je, daar hou je niet voor mogelijk. Doordat ik dat allemaal heb meegemaakt van mensen om me heen en ook meerdere mensen kennen die miskraam hebben gehad, toen ik zwanger was, dacht ik, nou ja, we weten niet hoe dit gaat aflopen. Het kan goed gaan. Juist, want jij werd dan gaan. zwanger nadat je die vriendinnen van jou zag ja, in die situatie. Ja. Dus, ik, dus, ook niet goed misschien, maar ik hield er ergens ook rekening mee dat het zou kunnen gebeuren. Ja. En toen gebeurde het? Ja. Ja, ja en daar zou je van, van kunnen zeggen, dan heb je het misschien over jezelf afgeroepen Sommige of zo. Sommige mensen ja. zouden dat zeggen. Ja. Maar, um, uh, en ik weet, tijdens de hele zwangerschap van uh, mijn dochter ben ik ook bang geweest. Tuurlijk. Uh, want elk moment hebben we het ook over gehad, weet je wel. Je gaat, uh, je gaat naar, een, naar de verloskundige voor een echo. Uh, Om naar het hartje te luisteren. En je loopt naar huis en het kan misgaan. Hè? Ja. En dan wil ik niet. Want dit is heel erg doemdenken. En dat is een spiraal waar je helemaal in kan raken. Nee, maar ik vind wel leuk maar dat het je. Het is wel ik het leuk. Ik vind het ja. wel. Ik, vind het wel uh, ik kan het waarderen dat je deelt. wat dan in je opgaat. Hoe dat eruit ja. ziet. Want... Kijk, je, maar je wil ook niet de, uh, de vreugde van mensen die voor het eerst zwanger zijn. Ja. naar beneden halen. Ja. Want ja. kijk, ik ben nooit meer in blijde verwachting geweest. na mijn eerste nee. zwangerschap. Want mm. ik heb gewoon een kind begraven. En dat is gewoon. elke, elke uh, afspraak was voor mij gewoon zenuwslopend eigenlijk. Ja. Ik zei ook altijd tegen de egoscopisten. ik vind het spannend. Als er iets is, in, weet je, alsjeblieft blijf praten. Als ik ergens een hekel aan heb, is als jij bezig bent, dat ze zo doet. Hmm. Oh ja, zakelijk. Hmm, weet je, dit is mijn dat ze op de zij, werk. Zij, is, zij kijkt alleen maar daar dat ze en ze dat zegt is, en niet. Nee, maar jou? soms dat je denkt ja. van, van is er iets, zie je iets, maar blijf tegen ah, me praten. Ik wel ja, ja, zo. Ja, dus, maar alles is spannend. Ja, maar kijk. Maar je kan ook zwanger zijn en het gaat goed. Dat heb je ook heel veel. Kijk, al die mensen om je heen die op straat ja. lopen, is allemaal goede zwangerschappen. Ja. Mijn zwangerschap ja. was echt goed, hè? Ja. Ik heb nergens last van gehad. Geen enkel kwaaltje. Ik ben niet, uh, weet ik veel, 15 kilo aangekomen. Bij de miskraamboom? Nee, nee, uh, oh. van, van mijn geboren dochter. dochter ja. dat, dat, dus ik heb achteraf gezien echt, mm -hmm. echt een geweldige zwangerschap gehad. <laughs> en toch. Ja. Ja. Was het, ja, het niet teenten, dat is echt te zwaar, maar het was kon wel niet meer, beladen. Niet meer. Ja. ja, het, was, het ja. is niet. Uh, mm. ja, ik, kon, ik kon het niet helemaal van me afzetten. Gewoon omdat ik te veel, te vaak om me heen heb gehoord dat het mis kon gaan. Dat is gewoon ja, een, iets waar je rekening mee moet houden. En wat ik zeg, ja. ik denk als jij nu tien vrouwen vraagt: um, heb je wel eens een miskraam gehad? Ja. Kijk, een heleboel vrouwen weten het niet eens, hè? want dat gebeurt ja. Heel, ja, ja. heel vroeg ook. Maar dan, dan denk ik, nou ja, wat, wat kunnen we zeggen? Ik denk wel de helft, minstens. Ja. Maar een miskraam, een miskraam is, is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Maar dan, er is wel een verschil tussen een dood kind moeten begraven... Ja. en eentje waarvan je het niet eens wist. Nou ja, een uh, ja. miskraam is tot twintig uh, weken of zo. En dan heb je vroeggeboorte, oh, ja, de, uh, de, ja. doodgeboorte. Er zijn ja, allerlei ja. verschillende termen voor, ja. omdat inderdaad tot... tot Drie maanden is het, een, uh, is het nog een embryo of een foetus of zo, toch? Ja. Het, dus dus dan, en, en vanaf 24 weken is het levensvatbaar, dus ja. dan wordt het weer anders. Ja. Maar dat is ook een ding, dat mensen dan zeggen... Kijk, sorry, ik zal nooit tegen een vrouw zeggen... die meerdere miskraam heeft gehad van, ja. met, met, weet ik veel, zes weken of zo... zeggen van, ah ja, maar het was, maar, was maar een vruchtje. Ja, nee. Dat kan gewoon niet. Nee. Dat ik kan ben niet maken. de slimste, maar ik kan bedenken dat dat gewoon niet een is. Terwijl, goeie. voor mezelf kon ja. ik dat wel, hè? Oh ja? Ja, Toen, tegen, mezelf, tegenover jezelf? ja, kon ik wel zeggen van ja, weet je, het ja. was nog niks. En, okay. en, dus, ja. en, en blijkbaar hè, was die celdeling niet goed of zo. Ja. En dat is hoe je het voor jezelf dan. Maar je, uh, je weet niet hoe een uh, ander zit. Zit, analyseert. Sommige mensen, vooral als je heel veel. Sommige vrouwen hebben misschien al wat meerdere uh, miskramen gehad voor ze een kind kregen. Ja. Je weet niet. Zodra ja. zij dat streepje al ziet, heb je al hoop, heb je al ja. ideeën. Ja. Iedere, iedere, iedere vrouw is anders, weet je wel? Dus ja, je het weet. Is van... verwachting, ja. die verwachting, hè? Die verwachting die verdwijnt. Op het ja. moment dat jij. hé, uh, hey, je gaat je voor je eerste echo. die is misschien goed. Dan krijg je een, uh, hoe noem je dat? Een uitgerekende datum. Uh, ja. Dus dan weet je al een beetje waar je naartoe kan gaan leven. Van, oh, dus dan komt het kind. Nou ja, ja. Dan, ja. Nou ja, dus al die verwachtingen. Uh, ik heb ook heel lang tegen mensen gezegd: koop. Ik heb het heel lang ook niet verteld, uh, eigenlijk. Uh, maar ook tegen mensen gezegd, koop maar niks. Weet je wel? heel oh, laat begonnen. Dat, met, uh, dat ook weer, natuurlijk, ja, omdat hè? ik ook het verhaal heb gehoord van de kinderkamer die uh, uh, ontruimd moest worden. Voordat de ja. mensen weer thuiskwamen zonder kind. Bij weet mij wel? moest dat, mijn man ja. moest alles weghalen toen ik uit het ziekenhuis kwam. Ja. Want hij, hij wilde mij niet confronteren. Ja, dus ja, die, ja, ja. hij heeft alles weg moeten halen in die vier dagen dat ik in het ziekenhuis lag. Ik zeg je eerlijk, ik moet ook gelijk denken aan jullie partners. Hoe zullen zij dat hebben do uh, uh, doorstaan? Ja, want dus hij denkt natuurlijk. natuurlijk Yeah. Oh, it's all about you. Jouw lichaam is jou. Dus die houdt waarschijnlijk om in rekening met jou. Maar is ook, ja, maar is ook zijn ja. verdriet natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Volgens mij is er ook een podcast van. Ik weet niet zo goed, ik weet even niet hoe de naam. Maar er zijn ook... Um, er wordt heel vaak over gepraat over vrouwen die dingen verliezen. Maar ja. mannen verliezen mm -hmm. dingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kindjes verliezen. Mannen ver verliezen Precies, ook. Ja. Weet je wel, en mm -hmm. daar wordt vaak, is vaak minder aandacht voor. Ja. Terwijl het ook heel belangrijk is. Mijn man had ook heel veel verdriet uh, ja. toen hij naar zijn werk ging. Is hij, ik weet nog de eerste week... Apart gaan zitten om uh, te gaan lunchen. Want hij wilde niet dat iedere keer iemand naar hem toe kwam. Kijk, nee. als, je, als mensen um, hebben weten dat je iets mee hebt gemaakt, wat ik altijd heel moeilijk vind, is om dan als mensen. Je ziet in hun ogen dat mensen die, die mee van oh, me, die medelijden, weet je wel. Als je dat de hele tijd dan hebt dat is wel een beetje lastig want daar, daar word je zelf verdrietig van maar je denkt ook ja, ja. ik wil niet dat oproepen bij jou steeds <laughs> snap je dat is een beetje vervelend ja. dus daar is daar moet ook wel veel aandacht zijn voor de mannen want ze moeten ze hebben daarnaast ook nog de zorg voor ons ja. want ja ik lag gewoon op de intensive care ik bedoel ja ik kon helemaal niks mm -hmm. en ja hij moest dus hij moest mijn familie opvangen, hij moest uh, alle administratie regelen. Ja. Niks was nog erkend. Naast zijn niet verdriet. Ja? Naast zijn verdriet. Ja. Zei, uh, we hebben nog een hele leuke. In actie komen. Ja, we, hebben, we hebben nog een hele leuke uh, 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 verpleegster gehad. Shout-out naar Elfriede. Dat was echt de leukste verpleegster ever. Maar zij zei wel tegen hem: Je moet nu dingen gaan regelen, want dit gaat niet goed komen. Ja, okay. Dus uh, hij moest. Uh, en toen zei hij achteraf ook tegen mij: Ik had zo'n hekel aan. Want ze zei wat ik moest doen. Terwijl ik gewoon bij jou wilde zijn. Maar hij ja. moest naar de dokter. Hij moest de verklaring tekenen. Want hij ja, ja, ja. moest het kindje gaan erkennen. Hij moest dit doen. Hij moest dat doen. Mm -hmm. Dus ja. De, en dat, ik heb dat allemaal gemist. Ja. ja maar dat, dat heeft hij gedaan. Juist. Je, en vaak als er mensen kwamen om te. Weet je, te controleren of zo. Dan kwamen ze naar mij naar jou, ja, precies. en niet naar hem. Dus daarom dacht ik, dat mag ook wel benoemd worden. Zeg zeker. maar, wat ik kan, zeker. Me daar iets bij voorstellen. Zeker. Ja. kan me daar iets bij ja. voorstellen. Ja. Uh, en hoe ben je dan, zeg maar, dan uh, niet hoe, hoe heb je dat verwerkt, maar hoe heb je dat geaccepteerd van oké, okay, dat is me overkomen en dat je. Uh, um, op een punt komt dat je zegt, oké, okay, uh, ik leef ermee. Um, even nadenken. Dat was. Uh, zo, eigenlijk tot. De Bevalling zelf was ik nog in denial, weet ik nog, want ik was zelfs helemaal. Ze deden dus ik, nou, ik heb heel veel als een soort van waas meegemaakt. Yeah. Um, en ik weet nog dat ik iedere keer als er iemand in de kamer kwam om iets te doen bij me vroeg, ik weet jullie zeker dat die, dat het hartje niet meer klopt. Weet ik oh, nog okay. vier dagen ja. lang heb ik dat ja, gevraagd ja, ja. aan iedereen, want ja, je weet je elke je grijpt elke kans die je dan kan. Je, je krijgen. weet maar nooit, je weet maar nooit. Misschien heb je het verkeerd gedaan. Hè? Ja. Um, en pas toen ik hem in mijn armen had. Toen zag ik het, toen dacht ik: oké. Okay. En dan heb, je, dan heb je gewoon heel veel alleen maar verdriet, verdriet, verdriet. Ja. ja. En machteloos, boosheid. Um, ja. Je wil ook misschien niet dat je in zijn plaats wil, maar je wil bij hem zijn. Dus heel even denk je ook, ja. Zal ik ook, weet je wel, dan ga ik met hem mee, snap je wat ik bedoel? Dat zal zegt, ik nooit doen. Maar, nee, maar iets. Ja, je wil, het want, ging even voorbij ja, ook niet alleen dan is hij niet alleen. Want oh, wie is er wow. nu? en uh, Mijn man heeft heel jong zijn vader, over, uh, zijn, zijn vader verloren. En toen zei mijn man van nee, hij is nu ook bij zijn opa. Okay. Dus, en dan denk je al iets meer. En ik ben christelijk opgevoed, um, ja, uh, EBG. <laughs> dus dat is ja, bijna alle Surinamers. Ja, veel Surinamers, veel Surinamers hier. inderdaad. Ja, en, mijn ouders zijn ook van de school. Uh, ja, alles heeft er reden. God, heeft er, God neemt hem tot zich. En ik ben misschien niet zo religieus meer nu. Maar ik geloof wel. Ja, ik moet gewoon geloven dat hij ergens is. Ik heb ook gevraagd aan. Ik heb, hem, ik heb speciaal aan mijn moeder gevraagd. Kunt u een aflegvereniging bellen? Want ik wil dat, hè, dat ze iets met hem doen. Of dat ik, want dat, dat voelde ik gewoon. En ik ja. wil weten. Ik heb aan ze gevraagd. Kijk, ik kan hem dus niet dopen. Hoe, stel dat, dat het dat het christendom het ware geloof is. Zo. Maar hoe, waar staat hij dan? Weet je wel? Um, kan hij dan ook naar de hemel? En toen zeiden ze, dat zijn uh, drenkelingetjes. Die zijn overleden in de buik. En die gaan altijd. Weet je, dat, zijn al, dat zijn al engeltjes. Dus okay. heel langzaam als mensen je dat soort dingen vertellen. En je, je roept vaak heel hard, nee, ik ben niet christelijk. Maar als je van jongs af aan opgevoed bent... dan dat zaadje zit gewoon in je. Dat je, ja. dat je weet, oké, okay, het gaat nu goed met hem. Dus jij had dat ook nodig om allemaal te horen. Ja, en die uitleg vanuit dat perspectief. En dat heeft jou. Dus ja. eigenlijk het geloof heeft je ook hierin geholpen. Ja, ja toch wel. Om, het, ja, om, je om moet... het te accepteren zoals het is. Ja, ja je moet hem. Uh... Ja, of mijn rust meten. Ja, misschien is zo. dat vreed. Ja, vreed is ja. uh, ja, een reden. Ja, vrede is ook zo'n woord. Wel, ja, Welk, ding, ding, welk woord gebruik je inderdaad? Ja, nee, maar we nee, weten nee. wat we bedoelen. Berusting, berusting. berusting, berusting, berusting ja. Want het is nog steeds niet leuk. Ik had nog steeds hem ik alles ko iets kon veranderen, dan had hij gewoon hier moeten zijn. Klaar. Ja, wat is zijn naam? Mag ik dat vragen? Benjamin. Benjamin. Ja. Okay. Ja. En wat heeft het voor jou laten... Uh, ja, we kennen het woord niet. Berusting hadden we, ja. we gekozen voor berusting. Hè? Berusting geven over het feit dat... Uh, wanneer was dat moment? Nou ja, de, wat ik zeg. Ik, eigenlijk het moment dat ik, dat ik het wist, dacht ik al van... Nou ja, het kan ook misgaan. Dus, dus toen uh, letterlijk bij die echo, die dame zei... Ik, ik zie geen kloppend hartje, zei ik. Oké. Okay. En toen zei ze... Het is helemaal niet oké. Okay. Ja, Ik ah. ja. 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 wist niet wie ze voor zich oh, okay. nee, ja, ja. nee, oh Maar en... daar was de berusting. dat was eigenlijk al. Nee, ja, ik, wat ik zeg, ik, ik bedoel. Ja. Nee, ik ah, okay. bedoel daarna was het natuurlijk wel jouw Daarna, anders, Ja, inderdaad, natuurlijk. Ja, ja. Toen het daadwerkelijk doemscenario was. Ja, was, was toepel... het zo van: oh shit, ja, toch niet zo leuk. Ja, 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 ja. Maar, maar wel wat ik zei: van ja, ja, dit is wel een Een, kendoor, een, ja, ja, een heel scenario hard, maar... waar je rekening mee ja. zou Moeten kunnen houden. Ja. Dus, um, en, en uh, nogmaals, ik vond het niet leuk, maar bij mij, waarom het, en dat is dan echt, want ik, ik, ik ben er heel open over, maar eigenlijk niet nooit zo op camera, zeg maar, voor mensen die ik niet mm -hmm. ken. Dus de mensen die mij kennen weten dit al, maar um, waarom het bij mij heel vervelend is geweest, is omdat het vruchtje niet uh, weg wilde. Uh, het wilde niet uit mijn lichaam. Oh, dat was ook nog een moeilijk proces. Ja, dus wat normaal gebeurt, wat vaak gebeurt, is bij miskraam dat je. Um, een, uh, hoe heet het? Een, uh, uh, dat je uh, krampen krijgt of wat dan ook. Oh, ja. Bloeding. En dan, uh, het vruchtje laat los. Mm -hmm. um, en dan weet je, oh, dit is niet goed. Ik had niks door. Dus ik, 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 dat noemen ze een missed abortion. Dus bij de, bij de echo zie je ineens, hé, hey, er is iets niet goed. Nou, ja, kan. Ja. Uh, dan zeggen ze, nou, we wachten gewoon even totdat het vruchtje misschien, hè, totdat die bloeding vanzelf op gang komt. Nou, dat is niet gebeurd. Um, uh, toen was het. Uh, uh, nou, dan krijg je je pillen mee. Nou ja, er gebeurde helemaal niks. Ik heb het... Nee, ik moet het goed zeggen. Ik heb eerst de Surinaamse manier geprobeerd met een drissie. Mm -hmm. Gebeurde niks. Uh, want ik wilde eigenlijk ja, liever niet uh, heftige pillen. Nou, maar die drissie hielp niet. Toch die pillen genomen, hielp niet. Nog een keer pillen gekregen met nog een heftigere dosis, hielp ook niet. Mm. Uh, toen ben ik naar mijn tante geweest, die een beetje spiritueel was. Um, en... Uh, dat was ook mijn conclusie van, oké, okay, er is blijkbaar een ziel die heel graag Jeze. wil komen. Ja, ja. Um, uh, dus nou ja, en uiteindelijk uh, moest ik echt een ingreep ondergaan in het ziekenhuis, echt onder narcose, omdat het niet zelf uit mijn lijf wilde. En dat hele proces heeft, um, even kijken, uh, vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, tot aan dat het dus uh, is weggehaald, vijf maanden geduurd. Dus, Even, man. Dus ik denk toch twee maanden heb ik met een, met een vruchtje in mijn lijf gelopen dat niet, wow. uh, ja, dat niet leefde. En dat, dat was vervelend. Ja. Omdat, ja. Het, om, omdat je pas een soort van er afstand van kan nemen als het voorbij is. Maar het was niet voorbij, want het, het duurde maar. Ja, ja, en op een gegeven moment was ik ook zo dat ik dacht: van, ja, kan ik wel werken? Straks gebeurt het op mijn werk, weet je wel, mm -hmm. dat wil ik niet. Mm -hmm. Dus ik zat thuis en na twee weken dacht ik ook: nou ja, oké, okay, uh, ik ga, maar, ga toch maar weer werken. Want ja. Uh, dit, <laughs> dit schiet ook niet op. Ja. Want ik zit maar te zitten en te wachten. Dus nee, dus dat was best. Uh... Dit, is, uh, dit, is, dit ja. zijn die real life verhalen eigenlijk. Ja. Want het komt dus voort uit liefde. Je wordt verliefd en dat soort dingen. We willen een kind. En dan bam, life hits you. En ook nog zo vervelend. Ja. En het rekt zich ook. Je geeft een duidelijk ja. vijf maanden. Uh, en daarom moet je me niet kwalijk nemen als ik naar jullie <laughs> kijk en ik denk sterke vrouwen. Want ik bedoel het niet zoals je dat misschien vervelend vindt, maar ik zit wel met bewondering uh, te kijken en te luisteren. Nee, uh, uh, na, naar, de kracht, ook, naar de kracht, N naar tenminste. de kracht. Zo, ik, 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 ja, nee. ik voelde niet dat ik een andere keuze nee, had dan, dan zo erin te staan. Ja. Ja. Het, maakt ja. je, het maakt het ook lastig als je er misschien op een andere manier in staat. Dus is ook, en het, het past ook misschien bij ons allebei. Ja, dus dat, dat. Misschien dus, dat is het, ja. ja. Maar je weet ook... Kijk, er zijn heel veel vrouwen om je heen van wie je het niet weet. Hè? Dus bij ons weet je het en zeg ja. jij... Ik wil het niet zeggen met dat woord, maar sterke vrouwen. Ja, maar ja. er zijn heel veel misschien in stilte die ook dingen meemaken. Ja, ja, en ja. weet je wel, ja. die dat ook ja. meemaken. Oké, okay, bedankt voor het delen, man. Damn, ik ga een slokje nemen. Ja. <laughs> Heavy stuff. Pauze. En los van jouw idee die ja. je erbij had. Wil je ook gewoon zo nog eentje die van ons maken? De Annie naam. Oh. Doe wel, het wel. wel. Nee, zij, zij deze Ik deze. luister hartstikke. <laughs> <Pot> voor dubbeltjes. <laughs> okay. Heel veel dubbeltjes. <laughs> hey, Gillies Love Line, uh, waar we uh, eerlijk praten over de liefde en alles wat daarbij komt kijken. Uh, jij zei net, ik, dat is blijven hangen bij mij, uh, dat jij bent opgegroeid of jij zei het zelf in een witte omgeving. Mag ik dan, uh, uh, en ik weet het natuurlijk, maar kan ik dan gewoon zomaar uh, ervan uitgaan dat jouw vriend dan ook wit is? Ja, mijn man is wit. Ik zeg dat omdat je zal waarschijnlijk ook heel veel domme vragen die wel bestaan daarover krijgen. Over... Of niet? Um... Het hebben van een witte man? Het hebben... Ja. Nee, of niet eens? Nee, niet eens. Nee, meer, meer, meer. Um, opgroeien in een witte omgeving als zwarte vrouw, daar krijg je heel veel domme vragen oh, over. Niet, niet per se niet in een relatie. Witte, nee, wel over mensen in zijn omgeving misschien. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld mensen die uh, ervan uitgaan dat ik niet zijn vrouw ben, maar een werkster in het huis oh, of uh, zo, dat Emma. soort dingen. Kan ik wel Nederlands met haar praten? Ja, of, uh, of, of, uh, kan ik wel Nederlands met haar praten? Ja, er was een. Um, ik was net bevallen van mijn eerste kindje. En uh, dan komt altijd de eerste of de tweede dag aan de verloskundige. Je hebt een kraamhulp en die helpt je bij uh, ja, de dagelijkse bestommeringen. De eerste zes dagen of de mm -hmm. eerste zeven dagen. Mm -hmm. En dan komt er ook een verloskundige die komt uh, meten hoe het met je gaat. En uh, nou, die, gaat ook al, die houdt alles bij. En die houdt ja. dus na de kraamhulp. Haalt zij ook nog dingen bij en helpt je nog als je vragen hebt? Zij kwam binnen. Ik zit hier. De kraamhulp stond hier. Volgens mij had mijn man open gedaan. Ze loopt hier. Hier is een kast. Ze kom... Ik zit hier. Ze komt binnen. Ze loopt mij voorbij, yeah. in mijn eigen huis, en vraagt aan de kraamhulp. Kan ik Nederlands met haar praten? Kijk. En ik zit daar, hè? net bevallen, hormonen gieren door het huis. Kopje uit mijn huis. Kwetsbaar, ja. hormonen, <laughs> alles met je kindje. Ja. Once you weet, ik ben nooit iemand van hè? assertief. Ik zeg meteen, ik heb echt drie weken later of zo. Ja, de perfect en, comeback. Ja, ja. Een jaar later. <laughs> ja. Nee, ik jok, ik heb het een jaar later gezegd. Want toen was ik nog voor de, de, keer de zwangerschap daarna, moest ik naar de verloskundige. En toen zei die vrouw, en ik wist nog niet of ik het zou zeggen of niet. Maar toen zei die vrouw: uh, Goh, wat leuk, je bent er nu en zo. En uh, nou, we hebben je de vorige keer geholpen. Was er nog iets wat we anders konden doen? Nu je bij deze en, opening <laughs> geeft. Ja, dompast. <laughs> ja, en, ja en want ik wist wel, ik wilde het zeggen, maar ik zocht, ik zocht iets. En ik was nog aan het zoeken. En toen ik hoorde, ik van, uh, hoorde ik er zeggen: Is, is er nog er iets, nog iets? Wat, wij, wat jij kwijt wil? En toen dacht ik: Zal ik, zal ik. En toen heb dan ik nog getwijfeld. Niet. En toen dacht ik: Ja, zo. er is toch nog iets wat ik wilde zeggen. En toen heb ik het ges echt geschetst, hoe ik het net heb verteld. En toen zei ik, dat moeten jullie niet meer doen. Dat moet je gewoon niet meer doen. Als je bij mij binnenkomt en je weet niet of ik Nederlands praat, eh, ik woon er en je komt om mij, dan ga je naar mij toe en vraag je dan begin je gewoon te praten en je hoort vanzelf of ik wel of niet Nederlands praat. Maar mij voorbij lopen naar de kraamhulp gaan en aan haar vragen kan ik nemen met haar. Dat moet je nooit meer doen. Bij niemand. Of het nou een Turkse vrouw is, of een Marokkaanse vrouw, moet je gewoon niet doen. Ga naar die vrouw toe, geef haar het respect en zeg: um, kan ik wat? Uh, uh, hoe gaat het? En dan hoor je vanzelf wat de deal is. Ja. En toen zeiden, toen dat vonden ze wel erg, want ik zei dat heeft me, dat vond ik niet een prettig gevoel. Dat, dat is, dat is heel pijnlijk als je dat zo doet. is schattig, hè? Ja, ik, dus dat is, dat is ook waarom ja, ik dat, het zo bijzonder nee, vind... Zit... om naar jullie te luisteren, naar jullie podcast. Omdat dat zit hier, ja. hè? Dit, hoe jij zo bent. Ja. Maar, hij... dat is, maar, ze, maar ze heeft ook echt gezegd... dat gaan we gewoon... Dat, nu je het zo zegt, ja. nu voel ik... oké, okay, dit gaan we echt niet meer doen. Dit, dit ga ik ook echt meenemen in de briefing... voor, de, voor alle vrouwen die hier gaan werken... dat we ja. dat op die manier niet meer doen. Heb je ook uitgelegd waarom? Ja, dat ik het heel onprettig vond... en dat het gewoon respectloos is naar mij ja, toe. Ja, maar ook dus dat... En niet dat alle dat vrouwen die de, a, dat, dat de, de aanname, aanname ja. dat zij. Uh, dat geen Dat twee. je de ander bent. Want ja. dat is natuurlijk weer wat ik. Nee, Othering ken ik nog niet. Oh, zoals okay, ze, okay. Dat nee, maar waar hebben jullie het over? Deel even waar je het nee, over hebt. Othering hebben. is van de podcast die zij met, met een andere collega van Zoe Papa Economo maakt. Bonte was podcast. Ja. En daar hebben ze verschillende begrippen. Het gaat de over de... blinde vlekken in de media en een daarvan wat je heel vaak ziet in de media, maar dus ook in dit soort situaties, ja. is, is dat je uh, aan othering doet. Dus dat je die persoon het gevoel geeft dat hij de ander is ja. en hem daardoor wegzet. En dat betekent dus jij hoort niet bij ons. Ja. Weet je wel, en dat, dat is geen tof gevoel om iemand te geven en het is vaak ook compleet onnodig. Maar het, gaat, ja, het, gaat voor, voor, het ging voor mij voornamelijk om de aanname, ja. dat, want ook al spreek ik geen Nederlands, Ten eerste vind ik, jij doet met mij een intake, dus je, jullie hebben mij al gesproken. Ja. Dat, dat vond ik ook heel raar. Ik heb het oh, echt ja. al een jaar daarvoor drie keer heb ik gesproken en ja. één keer moest ik een lijst invullen, dus mijn, ik, ik heb in Nederlands opgeschreven wie ik ben, wat voor <laughs> opleiding. En toch komt in die de vrouw. Nederlandse GELACH, <laughs> ZILA <Schillig en> daaraan. <laughs> en okay. toch komt ze naar me toe. Ja. Dat is toch raar? Ik heb echt, je hebt een hele relatie met. En of dat kijk, je raar is. steeds een verschillende ja, verloskundige. Maar toch, maar toch. Je neemt aan dossier. dat er een soort dossier ja. is ja. waar je kijkt van. Nou ja, het naar zegt naar wie wie alles ga ik... over die vrouw. Ja, ja. Dat, dat is uiteindelijk de eindconclusie. Maar het is heel ja. vervelend, want jij moet het altijd ondergaan. Ja, ja, en ook juist. al weet je het niet. Ik vond het, het feit ook dat je die keuze maakt. Oké, okay, ik ga hier, ik zie haar. Want heeft me in een ooghoek gezien. En dan, dan weet ik, oké, okay, ik ga eventjes toch vragen of ik kan praten. Nee, ze is doorgelopen. Ze zei in het algemeen: Goedemiddag. Jullie willen door. Alleen maar meer baksen <laughs> Nee, 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 nee. nee, nee. Dat, ik moet dat Bakse ja. ding eruit. Ja, is wel waar eigenlijk. Maar ik, ik zeg het, ik, ik weet dat dat niet de goede reactie is. Mm -hmm. uh, uh, maar damn. Nee, ja. het is, is emotioneel. Het is Naast dat. Buiten kunnen zoveel dingen gebeuren. Huh? Ja. Het idee is, wanneer ik thuis kom, ben ik in mijn safe zone. Dit is mijn uh, koninkrijk. Ja, ja, ja. Niemand kan... Hier ben ik. Ja, maar daarom juist. En dan daarom, in je osso. Ja. Toch, we noemen het geen discriminatie. We gaan er gewoon voor de makkelijkheid. Toch, uh, onwetenheid in je osso is niet mm -hmm. fijn. Nee, het is een aanname. Want het, het is eigenlijk wel uh, discriminatie Nou, niet discriminatie. Uh, en je weet, als ja, ik ga praten, wel. is het gewoon maar, discriminatie. Maar, maar, maar ik probeer... Wel. Maar, ik ik, ik ja, heb het van ja, jullie geleerd... Wel. Ja. Dus ik probeer de ja. nuance op te zoeken. Bezeer ja. dat ik ja. luisteren naar jullie. Ja, maar dit is wel het begin. Want um, je ziet mij en je neemt aan dat mensen die eruit zien zoals ik. In ja, vaak praat. geen Nederlands praten. Ja. Dus ga ik er vanuit. Maar dan nog denk je niet. Ik ga even achteraf vragen controleren. Maar dan ga je ja. dus terwijl ik het hoor. Want ja. je kan ook uitgaan Nee, maar wacht. Dan dan wacht zij kreeg dus het antwoord. Ze praat wel degelijk ja, Nederlands. Ja. En dan niet. Dan nog herstellen van. Zo van oh, sorry. oh, excuses, hoor oh, sorry. Nee, ik, uh, nee. Ook niet, hè? Mijn witte kraamhulp zei: Ja, hoor. En ze gaat naar me toe, goedemiddag En ik zei gewoon: goedemiddag okay. En verder. En ja, weet ja. je mijn. Nee, je wilde er eigenlijk in de gezicht spugen. <laughs> nee, nee, nee. nee dat, zie je dat gevoel? Het, ja, Net dat, daar ben jij, want het, dat, Zie Ja, dat ben ik. Ja, <laughs> ja. Dat ben ik ja. <laughs> Goed, het is echt op level 4. <laughs> je hebt jou, je hebt haar en dan heb je mij. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik wilde er streng toe spreken. <laughs> okay. oh, ja. ja. ik, ik wist nog niet wat ik moest Een jaar later: Via de leidinggevende. Ik vond het niet prettig. Opening uh, maakte. Nee, <laughs> okay. hey, maar ze hebben het veranderd, hè? Okay, dus dus, daar ja, dat, dus daarin weet jij. Je hebt gelijk. Uh, ja, dat is, dat is waar. Ja. Hé, hey, uh, wat ik dan uh, doop vind bij. Uh, Je ziet, ik ben een domme vraagje aan het representeren, want ik vind het echt dope. Voor het geval dat jullie dat niet weten. Domme vragen bestaan wel. En jullie hebben dan altijd um, een schaal. Een witte schaal. Ja, dat ja. is ook bewust, ja. Met die. Dat is bewust, hè? Kijk, je jongens, ja. helemaal trots jongens, Dat ja. was heel bewust. Je <laughs> moet ook met echt. Witte schaal. <laughs> de, te ja. Ja. Een witte schaal. De, de witte schaal met dus domme vragen of opmerkingen die uh, gemaakt was, kunnen worden. Ja, en dat was dan in dat uh, thema. In het, uh, het seizoen waar we racisme als oh, thema ja, ja, hadden. Dat, dat was het de idee witte toch? Oh, ja. mm. Oké, okay. ik zou zeggen: hou hem. Denk erover na. Hou hem gewoon erin. Uh, bij mij dan iets anders. want... Uh, uh, ja, ik heb gekopieerd, maar ik heb dan gekozen voor iets wat me dicht bij het hart staat. En dat is... Oeh. Een bruine doos. Heel mooi. Je houdt van bruine dozen, nog? Bruine doos is mijn mm -hmm. ding. Ja? Uh, ja. Want ik, ik wil jullie dan ook... Nou, ik, ik durf jullie geen domme vragen te stellen. Zal ik uh, geheid hebben gedaan tussendoor, zoals so de goodie. Uh, als het maar een waarheid uh, naar boven brengt. Bij jullie ga je ook uh, graven aan een vraag en dan lees je hem op. En dan... mm -hmm. dat wil ik vandaag hier ook doen. Okay. Okay. Is dat goed? Ja, zeker. Uh, en even kijken wat daaruit komt. Mm -hmm. yeah. um, wat doen jullie iets? Kondigen jullie iets aan? Hoe gaat het bij jullie? Nee, ja. graaien nee, nee, we zeggen gewoon graai maar. beginnen, is... ja. Ja. Maar bij jullie is het dan uh, meestal uh, gericht op het thema. Mm -hmm. Bij mij gaat het uh, alle eigenlijk kant alle kanten op. <laughs> en degene die zich geroepen voelt. Om te reageren op die vraag of opmerking, doe dat. Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Uit de bruine doos. Wat, wat heb jij een prachtige handschrift? Hoe weet je dat ik dat heb geschreven? Heb jij het niet geschreven dan? Mijn hele redactieteam. Uh... Nou, dan heeft jouw redactieteam een prachtige handschrift. Dank je wel. Zit je al zo lang in een relatie? Ben ik nieuwsgierig naar een andere man? Oh mijn god, heb ik die gehad, ja of nee? Ja. Dat ben jij, hè? Ja. <lacht> <lacht> ja. Want je hebt jouw man dus heel lang. Uh, jij gaat, het is je eerste ja. relatie. Het is nog steeds in stand. Het loopt goed. Ja, ik ben wel natuurlijk. Ik heb wel gedate met jongens. Maar ik heb niet, ben niet, ik heb niet een relatie gehad. En date alleen maar een keer naar de film. Hè? Dus, en de vraag niet. was: Weer mijn halen, want je ging snel. Ben je niet nieuwsgierig naar een andere man? Ja. Ja, je bent nieuwsgierig naar een andere nee, man? Nee, ik zeg oh. ja, die heb ik wel eens gehad. Okay. Ja. En nee. <laughs> nee? Nee. Maar die, die krijg je waarschijnlijk van vrouwen, of niet? Ja. <laughs> van Montie. Of uh, Heb jij dat een keer gezegd? Nee. Kan me niet heugen hoor. Nee, niet, niet ik kan me niet herinneren, maar wel van andere vriendinnen. Maar is dat iets wat irriteert dan? Uh, Want dus mensen gaan er gewoon niet meer van uit dat je dus zo'n uh, prachtige sprookjesverhaal bijna uh, uh, <laughs> kan hebben als jou. En denken van: oh wat prachtig, dat wil ik ook. Wauw, nee, die denken gelijk van: oh, maar wil jij ja, dat? Dat ze projecteren, hè? Ja. Zeg maar, ze laten ja. hun eigen situatie erop los. Ik bedoel, ik was, in mijn eerste relatie was ik hetzelfde. En ik weet ook nog toen dat uitging. Was dat ik van: wauw, maar één vriendje gehad. Yeah. Oh, wauw, tof, tof. Tof. Ja. Dat is ja. gewoon hoe het is gelopen. Juist. Dus uh, ja, en, en inderdaad van, ja, ben je dan niet nieuwsgierig? Nee, mm. als je in die relatie zit, zit je in die relatie. En broer, nu zijn we zoveel jaar verder. <laughs> ja, en, ja, en, ja. en luister ik ja, naar iets je... meer podcasts <laughs> over hè, allerlei soorten relaties, waardoor ik denk, ja, er zijn dus meer smaken. Ja. Uh, en, en als je daar met z'n allen of met z'n tweeën, of met meerdere wat je wil, uitkomt, ja, dat is toch prima. Dat ja, moet ja. iedereen lekker zelf weten. Maar ik, ik hou niet zo van dat, uh, uh, het is zo en het moet zo zijn. Hè, dus uh, uh, hoe moet ik het uitleggen? Dus uh, je bent met een man uh, en dat is de enige, uh, enige smaak. Ja. Uh, als jij met een man wil zijn en met een vrouw of met twee mannen... Of, ja, dat moet je lekker zelf weten. Ja, ja dope man, wat je zegt. Maar je begrijpt dat dit niet jouw verhaal is, hè? Meer. Um, dus, waarom, 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 zou, waarom zou dit niet mijn verhaal zijn? Nee, want... Misschien ben in ik toch ook nieuwsgierig naar een andere man. Ik zit ook al lang in de. Oh, nou, let's talk. Nee, Let, ja, nee. Let's <laughs> talk. Nee, dat zeg ik. Er ja, zijn ja. meerdere okay, smaken okay. denkbaar, toch? Maar wat was jou, wat, 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 vind jij daarvan als mensen jou dat vragen dan? I ik snap. Als ik kijk naar uh, wat andere. wat de vrouwen die mij dit vragen. Wat zij, wat een man heeft uh, je nog nooit dit gevraagd? Uh, nou, ik misschien denk misschien dat ze misschien wel denken. Hè? Misschien als uitnodiging Ja. Mm. Ja, maar ik heb ook heel, ik moet eerlijk zeggen, niet veel mannen nodigen mij uit. Laat ik het zo zeggen. Snap je wat ik bedoel? Oké. Okay. Misschien willen behalve, ze. Behalve toen je net je kind was verloren en hij toch je nummer wilde. Ja. Wat? wat zeg ik, je nou? Ja, ja. ja. Nee, ik heb zoiets, leuks, zoiets grappigs meegemaakt. Ik had net mijn zoontje verloren ja. en ik was aan het luisteren naar muziek en ik liep voor het eerst in mijn eentje op de Albert Cuyp was ik kip aan het halen, ik weet niet meer, ik liep op de Albert Cuyp. Ja ik, Heel goed. ja, ik ging daar keer halen. <laughs> en uh, toen kwam die jongen naar me toe. Wat zei hij ook alweer? Um, oh nee, hij vroeg: Wat ben je aan het luisteren? Uh, uh, nee, ik weet helemaal niet meer hoe het, hoe het ging. Maar hij, nou, uiteindelijk meenemen. kwam het erop neer dat hij je nummer wilde. Ja, hij zei, ik, ik, oh nee, hij zei: uh, Mag ik met je meeluisteren? Nee, nee, ik ben dit. Ma, mag ik misschien je nummer? Of wat, mag ik, hij wilde iets van me. En toen, zei ik, toen dacht ik: Zal ik nu. Een gevatte opmerking maken. Maar toen dacht ik, ik ben misschien te verdrietig. Ik denk, zal ik eens proberen? Want soms denk je gewoon. Zal ik eens dit zeggen? Kijken hoe okay. iemand reageert. Dus ik dacht: zal ik eens eerlijk zijn? Toen zei ik tegen: hem, Nee, ik heb net een kind verloren. Ik ben, uh, ja. Ja, ik ben een beetje verdrietig Toen zei hij: oh, dan is dit vast niet het goede, nummer, het goede moment om om je nummer te vragen. Ik zeg: nee man. Hij zegt. Nou, top. En hij liep door. Wauw. Heel netjes? Ja, je ik dacht nee. Heel netjes. Ja, ja, echt, ja, ik vond hem echt. Maar ik dacht ook. Maar dat zijn. lijkt me niks voor jou, die bom die je zo uh, op hem dropt. Nee, zo juist heavy. wel. Nee. Ja? Oh, dat Som ben jij wel? Ja, want ik vind het juist wel... Ik ben wel okay. wat, 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 ik dit is gewoon een experiment huur? voor haar. Oh, was een ja. experiment? Ja, ze ja. wil ja. gewoon kijken wat... wat, Kijk, wat, wat ik, zegt die man? Ik drop iets ja. en dan kijken wat eruit komt. En dat was echt heel, hij zei van, dit is dan vast niet het moment om je nummer te vragen. En toen zei hij, nee. Oké. Oké, het door. Nou, mooi. Ja. Dus, ja, dus ja. ik word wel versierd. Ja, maar niet echt heel erg. Of ik heb het misschien niet door... Maar dat hè? dat of kan of ook, misschien hè? Hebben mensen, voelen ze dat ik... Ik heb nu toevallig mijn trouwing aan, maar meestal, <laughs> om, maar meestal niet. Maar misschien voelen mensen niet zich roepen geroepen om mij ja, aan maar te spreken. Maar dat is omdat of... jij misschien al sowieso bezet vibes geeft. Dat kan het ook zijn, Zou hè? Kunnen, ja. hè? Ja. Zou kunnen. Dat is, zo moet de oh, Zou kunnen. Word je wel boos, hè? Maar zo moeten vrouwen, vrouwen zijn, vind ik. Wat zijn bezet vibes? Zo moeten, moeten. Nou, laat me even nadenken. Wat is een bezet vibe? Ja, ja, vrouw. Vrouw, een vrouw kan best wel een ding geven, hoor. Een vibe waarvan je denkt van... En dan is het misschien zo, hier gaan jullie gelukkiger van worden, zoals je feministe. Dat, dat ze de vibe geeft van, ik heb geen behoefte. Nee, dat geven vrouwen volgens mij meer dan dat ze de... Bo het ja. is meer van, kom mijn hoofd niet lullen. Ja, nee, ja. maar Die vibe, ja, Sterk niet nog... zozeer de... Ik heb al iemand. Maar vibe. voordat je ze hebt benaderd, dan ja. is er al een vibe van, ja, zij dat, heeft daar waarschijnlijk geen behoefte aan. Heel moeilijk ding. Want ik vind, je moet iedereen een soort van met open visier tegemoet treden en zo. En, en gewoon aardig en zo. En ik merk aan mezelf dat ik wel. Uh, want ik probeer dat dus niet te doen. Ik, bedoel, ik kom nu nergens hoor, maar <laughs> vroeger. Ja. Dat, dat je dan. Op het moment dat je ziet dat een man je nadert, dat je denkt. Oh, hier heb ik echt geen zin in. Mm. En ik probeer dat dus bij mezelf uit te zetten. Want er hoeft helemaal niet een vervelend gesprek te volgen. Ja. Maar omdat je dat zo vaak hebt meegemaakt, heb je jezelf getraind in. Ach, dan komt er weer eentje, weet je? Ja, is... lammen, lammen. Ik heb dat dus helemaal niet. Ja. Helemaal niet? Nee, als er een man op mij afkomt, denk ik altijd... Oh, ik ben benieuwd wat zijn verhaal is. <laughs> <laughs> ja. Ja, nee, ja, ja. nee okay. ja. Zie je dat? Maar dat is karakter, hè? Dat is zo'n karakterding. Uh, ja. maar, maar, maar jij zegt, ik, je wil dat niet meer. Wat doe je nu dan? Dus je staat nu wel open, net als... Uh, nee, vind... ja, je kan in ieder geval gewoon glimlachen, toch? Oké. Okay. Dat helpt al. Ja, dat, dat is wel zo aardig. Ik moet niet zo... <tieel> dat is wel Dankjewel. Was dat je niets? Ja. Boe, uh. Maar je, je vroeg, de vrouwen die mij dit vr vragen, dat ha het hangt, uh, om even terug te komen. Want we, 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 we zijn, zij is voor, zij is zij voor, zij is <tie> voor. Dit gesprek gaat is voor, echt ja. alle kanten. Zo goed. Even begonnen, je, je zei um, of ik het erg vond. Ja, wat vind je ervan? snapte, van? nou, ik. Ja, en, ik, 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 ik uh, omdat. De meeste mensen met wie ik omga, hebben misschien wezen. meerdere relaties. Ja, juist, serieus. Juist. Dus ik snap dat mensen denken: hé. Hey, wat? Als je alleen maar sinaasappels eet, is dat wel, vind je ja. dat wel lekker of zo? Weet je wel? Je... van uh, elke dag bruine bonen krijgen, zure Juist. Nee, als je ik wilt... alleen bruine bonen gewend ben. Ja. Juist. Ik weet niet beter. En ik voel me daar prettig bij. Ja. Dat vooral, die laatste. Ja. ja. ja, ja, ja. Okay. En okay. ik heb ook geen behoefte aan iets anders. Ik vind het leuk om met mannen te praten. En natuurlijk, ik zou gevleid zijn, hoewel het niet vaak voorkomt. Maar ik zou gevleid zijn als iemand ja. zou zeggen, oh, ik zou het wel leuk vinden. Dat ik dan zeg, nee, sorry, ik ben bezet of zo. Of... En daar hadden we het ja. over. Jij zegt, wat zijn bezet vibes dan? ik noem ja. het even zo maar ik laat me heel simpel houden ik denk aan te kunnen voelen van deze vrouw uh, nee één ding aanvoelen deze vrouw is niet down in dat ik haar ga benaderen ik denk dat aan te kunnen voelen en dat doe ik het ook niet en mm heb -hmm. je het over benadering en, 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 in de zin en, en, van ja ik ga Sieren. gezellig met je komen babbelen versieren strijden versieren helder. je komt niet om nee je komt niet om mijn verhaal met jou te delen oh, okay, nee, nee dan... Dan... daar kom ik <laughs> nee, niet nee <voor>. helder. ja <laughs> Maar, en dat is niet speciaal omdat de vrouw boos krijgt of dat soort dingen, maar misschien... En I love it, want ik hoop dat uh, mijn vrouw uh, dat heeft. Mm -hmm. Je ziet gewoon aan een vrouw, ze is bezet. Ik noem dat bezet. Vibe. Mm -hmm. Je ziet het gewoon, hoe ze zich opstelt. Alles. Net hoe je kan zien, een vrouw is nu in een fase van het leven waarbij ze open staat voor verschillende dingen, kan ik ook herkennen. Geven wij bezet vibes af? <laughs> mm, ja, ik kan het bij jullie uh, niet je goed ons Ik ken Je kent ons al te lang. Nou, en ja. je weet het. Ja, ik weet het. Ja. Maar ik, ik moet wel zeggen dat... <laughs> ik iets minder. <laughs> ja. Omdat, om kijk... Je, ben, je, je houdt van mensen, hè? Ja. Ja, dat is dat ding. Uh, en een sociaal dier. Je nou ja, socia Vin ook, hoor. Nee, ik hou ik ook ja, van mensen. Ja, Vin is, een is a a heel sociaal <laughs> dier. Ja, ja, ja. Ja, nee, dus ik zou zomaar gewoon een verkeerde persoon uh, kunnen tegenkomen. Die, uh, die andere bedoeling heeft dan dat jij gewoon open staat. van... hé, hey, leuk met mensen praten. en die denkt, hé, hey, ik, ik wil je opeten. Maar toch, dat, als... dat zou bij haar kunnen gebeuren. en zij zou het niet doorhebben. en ik zou het waarschijnlijk wel uh, ja. doorhebben. en in. Andere tijden in mijn leven ja. hadden we het dan vast heel gezellig gehad. Ja. 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 Okay. Maar ik moet wel ja. zeggen, als wij samen lopen op straat... wij worden heel vaak aangesproken door, door mensen... Ja die hun verhaal willen vertellen. Misschien ja. ook daarom. Ja. ja. We hebben echt heel weet vaak meegemaakt. Wat mij opvalt is... ik haat koetjes en kalfjes. Dinges, <laughs> ik I hate that shit. I don't even like, like people, om eerlijk te zijn. Ook. Maar om een of andere reden... kiezen blanke oma's ervoor... om met mij over koetjes en kalfjes te praten. <laughs> altijd. Standaard. Ja, die vibe geef jij al. Ja, ja. Ja. Dus ja. misschien even... Ja, die vibe ja. geef ik dan. Maar terwijl het echt niet zo is. Hè. Maar, okay. maar toch wel. Want je bent, een, je bent, je bent, je bent Dilly, zoals jij bent. <laughs> maar je bent ook een hele lieve jongen. Je, hebt, je, geeft heel, je geeft ook iets liefs aan, vind ik. En. En. Ja, niet en. Zeg maar? En? En, en. Ja. Ik, maar? Ja. ik bedoel echt en. <laughs> nee, maar, maar dat, dat is niet. Dat is, dat is een level die je niet in één keer tegenkomt, natuurlijk. Uh, van dat je tot de conclusie komt dat Gilly ook lief kan zijn. Die, die is gereserveerd voor. Uh, Toen ik jou voor het eerst leerde kennen, vond ik jou ook lief. Echt hoor? Nee, dus ik wist vind ik, wel. Ik, vind ik lief, ik, lief ik, om te horen. Ik, ik moet wel zeggen, die andere kant zag ik ook heel duidelijk. Dat maar is wat is die andere kant? Omschrijven, want nu gaan we het erover hebben. Straat hij? Ja, straat. <laughs> straat uh, lief. En, en nee, je, je deed me denken aan <laughs> gewoon um, ja, een ja, Surinaamse neef. of okay. ja, gewoon, gewoon een Surinaamse man. <laughs> okay. Daar deed je me aan denken. Maar ook, ik vond je ontzettend lief en benaderbaar ook. Oké, okay, I love it. Dat hoor ik niet vaak. Dus ik vind het leuk om dat te horen. Ja, is dat zo? Ja, ik vond ja het gewoon hilarisch. Ja, okay. ja toch? Dat dat, volgens mij heb ik dat ook <laughs> vaak genoeg gezegd, ja, toch? Oké, okay, oké, okay. ja. oké, okay, zo okay, so goed. En dan verbouwt me. Wordt ongemakkelijk. <laughs> nee. Ja? Nee hoor. Ja, ik, ik, Nog een ik, beetje ik, dan, dan ja. Ik doe niet ja, ongemakkelijk. Dat, dat, dat weet je. Sheer. Wordt, shit. Wordt niet snel ongemakkelijk bij mij. Maar we gaan terug naar de bruine ja. doos. Ga jij nu een vraag stellen? <laughs> nee. Zal jij nu vra nee, jullie gaan door. Oké. Okay. Uh, jij? En jij weer? <laughs> Voor rommelen voor het geluid, rommel, maar dit is rommel. natuurlijk ook. Lingo. Uh, ja. ja, spannend. Wat praat je wit? Je valt zeker ook alleen op wit, witte mannen. Wie voelt zich geroepen? Aanname na aanname. Domme vragen bestaan wel, Domme opmerkingen ook. Jij? Ja. Uh, wat praat je wit? Je valt zeker op witte mannen alleen. Ja, volgens mij heb jij dat wel eens tegen me gezegd. Dat is jouw vragen. <laughs> ja, ik, toch? Ik heb, ik heb dat niet tegen jou gezegd. Je, maar kan ook je op hebt het wel gedaan. Je heb het wel gedaan. Nou, ik kan helemaal geen meest antwoord. Dan ja. kom ik erop terug. Oké, okay. die eerste vraag is: wat praat je wit? Inmiddels ben ik op het punt dat ik zeg: wat is wit praten? Mm -hmm. Want I don't know. Ik, ik weet het niet. Um, uh, ik kan heel goed uitleggen waarom ik het accent heb wat ik heb. Nou ja, dat heb ik al gedaan. Ik, ik kom uit een best wel witte omgeving. Ik ben Amsterdams, dus je hoort denk ik eerder dat ik een Amsterdammer ben dan... Zo, mooi. Uh, weet je wel, nou ja, dat. Ja. Uh, op witte mannen vallen is problematisch. Als je dat doet omdat je jezelf wil, hè, op surinaam zou zeggen, uh, hè, op uw kleur. Dan is het problematisch. Als jij een type hebt en je vindt gewoon, weet ik veel, witte mannen aantrekkelijk. Ja, kijk, ik val op personen. <laughs> Je Een beetje kort in mijn mond, hè? Yes. Ja, ja. Braak. Braak. maar ja. ja, ik kan niet zeggen. Ik heb niet, ik heb niet een voorkeur. Hè? Mm -hmm. Degene met die met wie ik nu ben is een zwarte man en daar ben ik echt heel blij mee. Mm -hmm. Mijn eerste vriendje was een witte man, maar de, de, de daar zit was je van ook alles... toen de tijd heel blij mee. Ja, ja er zit van alles tussen. Okay. Het is niet zo dat ik uh, uh, hey, als, als tienermeisje keek ik naar de clips. Ik vond, uh, hey, ik zie uh, Joe Ik vond, uh, hoe heet hij weer? De, uh, de Van Swing Swing. Vond ik oh, kapot lekker, hoor. Ja. Die lightskin doen. <laughs> ja, Just maar Tyrese ook, ja, yeah, Tyrese yeah. ook, ja, yeah. yeah. is yeah. een Coca Cola yeah, yeah, en, yeah. in de bus, Sing ja, dus nee, dus dat was niet, en yeah, yeah. ik bedoel, ik heb, wat ik was zeg, ik heb twee zwarte ouders, dat is niet helemaal waar, uh, mijn moeder is zwart en mijn vader is wel Surinaams, maar niet zwart, of tenminste, hij vond zichzelf wel zwart, maar dat was hij, eigenlijk <laughs> yeah. niet. Uh, maar dus en ik ken zwarte mensen wel, dus het is niet zo dat ik dacht van, oh, ze zijn niet mooi of wat dan ook, maar ja, als jij in je omgeving geen zwarte mensen hebt, oh, yeah. dan is het niet heel raar dat je valt op... Nou ja. Nou, vallen valt. is iets anders dan vallen is uh, nee, op één persoon echt. of een type hebt, is iets anders dan vallen Ja, op. maar ik denk wel dat ja, zeg ja. Maar de witte man die opgroeit in Zuidoost, dat de kans dat hij op zwarte vrouwen valt, wel vele malen groter is. Ja, dus om, wat je om je omgeving ja. ziet. en, en, klopt, en ja. als ik ja, zeg ja. maar was opgroeid in Zuidoost, was het misschien een heel... Hè, dan was mijn eerste vriendje misschien wel een zwarte. Nou, dat is niet bij de eerste man van wie ik zoen, met wie ik heb gezoend was een zwarte, was ook een Surinamer. Dus de ah. cirkel is rond. Juist, precies. Daar is ja. een zaadje gelegd. Nee, en dus nee, ja, en uh, maar ja. Maar zijn, maar zijn, eigenlijk zijn, is het uh, een domme vraag in tweeën. Want ja. wat praat je Nederlands? Dat is op zich al juist, heel erg juist, vervelend. Juist. En ja. problematisch En die kan twee kanten op dus. Ja. Of van witte mensen. Ja. Of, je of je praat van, je wit? Of ja. van je eigen ja. mensen. Ja. En je praat als of, een, uh, hoe, hoe vaak heb je niet gehad dat als je voor een uitzendbureau ging werken en je, je kreeg een opdracht ja. en je moest de werkgever... Bellen waar je naartoe mocht gaan, ja. je belde en ze zagen je en dat ze zeiden: Mijn broer heeft het ook meegemaakt. Die zeiden: Nee, dus de, 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 de factuur is al. Ver, hoe noem je dat? De factuur is al. Vervuld. Uh, Vervuld. Yeah. En mijn broer zei: Nee, dat ben ik. Yeah. En ze zeiden: Nee, nee, we hebben net met die man, <laughs> jongen gesproken. De, fuck, ja. We hebben al iemand. Ja, je hebt met mij gesproken. Ja. Tot ze het, Hij moest het uitzendbureau bellen om ja. te zeggen dat hij inderdaad degene was. Mm -hmm. Je hoort het zo vooral. Ik ben in Haarlem opgegroeid. Ja. Hè, de er hoor je. En ja. Heel vaak als, men, als ik mensen bel... Mm -hmm. uh, kijk, sowieso als ik mensen mail, denken ze dat ik een man ben. Als ik mensen bel, ben, denken ze dat ik Nederlands ben. Okay. ja Vinnie is vaak... Denken ze vaak, oh, Vincent of Vinnie. En dan ja, zeggen ze ja. ook maar... En dan zie ik eronder... Ja, ik sprak Vinnie net. Kan hij misschien... <laughs> Oké. Okay. Maar, maar wit praten is echt zo... Ja, ja, wordt ja, ja. zoveel Er zoveel, niet. zoveel ja, dingen. En, ik, en ik, is zo is, fout, is, links ja, of rechts. Ja, om... I know. En toch... En dat is zeg maar om de, de maatschappij waarin we opgroeien. Ik, he, ik als ik mensen, hè, mensen van kleur op een bepaalde manier hoor praten, denk ik het ook. Nog steeds. Terwijl, nee, om, want meteen de gedachte nee, erachteraan met... is, duh, dat denken mensen ook over jou. Ja, precies. Ja. Maar omdat ik ook opgroei in die wereld, waarin we hebben bepaald dat als jij een bepaald accent hebt, dat dat dan wit is, of ja. hè, je, je je wil jezelf uh, beter voordoen ja. of wat dan ook. Um, maar wit ja. zelf, ik bedoel. Uh, Witte mensen hebben praten ook, hebben niet ook allemaal verschillend. Hetzelfde, hè? Want wij zitten, we komen zelf allebei uit de journalistiek. Heel veel mensen in de journalistiek hebben misschien hun hun uh, accent, accent afgeleerd. afgeleerd of misschien ja. een Brabants ja. accent afgeleerd. Dus mm -hmm. wat is wit praten? Snap je? We denken allemaal oh dat ABN, weet je wel? Dat je netjes praat, maar dat is gewoon een bepaald... ABN is eigenlijk ook een soort accent, mm -hmm. ja. snap je? Ja. Nee, op, ja. en om te reageren op wat jij zei. Dat, ik heb dat nooit tegen jou gezegd, uh, wat praatje. Ik, ik gebruik dat soort woorden ineens. Maar het is waar wat je zegt. Ik heb, ik, heb wel, ik, heb wel, uh, ik heb wel een vooroordeel geuit uh, richting jou. Uh, toen ik jou voor het eerst uh, leerde kennen, dan ging ik ervan uit. Toen nog. Uh, ik ben nu al ontweten, toen nog veel meer. <laughs> dan dacht ik van. Oh, dat is zo'n verkaasd. Uh, misschien mag ik verkaasd niet zeggen, dan noem ik het vernederd. Maar dat is zo'n. Een uh, geintje. Maar dat is zo'n. Uh, 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 je weet wel wat ik bedoel. Ja, en wat, wat, en wat, wat blijkt, neem maar check. Ja. En, en, want dat zeg ik ook altijd tegen jou. Maar daar was een groeimoment voor mij. Mm -hmm. Want bleek niet alleen een beetje niet waar te zijn. <laughs> helemaal niet. Want uh, jij bent heel erg betrokken met je culture. En heb een mening over dingen. Spreek je uit over dingen. Meer dan uh, de mensen die dan. Wat is het? Wel zwart praten. Mm -hmm. Ja, dus daarom, ik, het zit je? hem daar niet dus in. Dus het zit hem daar absoluut nee. niet in. Maar, maar toch hebben we dat bedacht, hè? Laten we het compliment ja. afmaken ja. Nog? Ja. Oh, Nou, dank je. Ja. Ik neem hem, maar Ik neem hem. Ja. Nee, maar daar was dus een groeimoment voor mij dat ik dacht van... Hé, hey, maar doe je denkt. Echt simpel. Daar zit het niet in. Kijk naar deze dame. Uh, en het heeft inderdaad te maken met je omgeving, hoe je bent opgegroeid en al die dingen. Uh, dus dat was groei voor mij. En sindsdien denk ik niet meer zo. Ja. En dat is Prachtig. heel lang geleden. Dat is ook het doel van onze podcast, dat mensen die groeien, althans groeien, maar dat mensen zich dat beseffen. Ja, besef, besef. En dat is mooi, toch? Dus vandaar die, misschien kom je hier halverwege, het is nog geen televisie, maar misschien zit je halverwege op Play, was je aan het spoelen en zo, en dan denk je, wat voor gekke vraag stelt hij, dat is het idee. Domme vragen, domme opmerkingen, hun podcast, want domme vragen bestaan wel. En daarom gaan we door met deze bruine doe. Is hij lekker? Oh, uh, uh, nou, wow, je weet, uh, <laughs> je weet waar ik uh, enthousiast van, van rui. Oh boy, ja. Nee, hier ja, hebben het ook over gehad. Je bent een vrouw, waarom heb je nog geen kinderen? Ja, omdat het enige doel in het leven van een vrouw is om kinderen te krijgen. Ik ben stuk! Nee, maar, 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 ja. maar veel vrouwen ook die dat zeggen, hè? Van, ja, vrouwen zijn de vijand soms, hè? Ja. Toch wel, hè? Ja. Het is gewoon iedereen. De Echt, het is ja, een, ja, en en nee. de Surinaamse oma op een feestje. Okay, ik zeg, je nuanceert ja. weer, het is gewoon iedereen. Maar iedereen. als ik aan jou eerlijk vraag... hebben mannen of vrouwen jou deze vraag het meest gesteld? Want jij hebt op a, oudere leeftijd dan een kind gekregen, mm -hmm. toch? Krijg je meer van vrouwen of meer van mannen? Ik denk, mag ik tussendoor nee, komen? Ik denk dat je meer Samen. met vrouwen praat over dit soort levensloopdingen. Dat heb ik misschien meer meegemaakt. Mm. Als ik dat met een man true. heb gesproken daarover en we kwamen op dit punt was ook zijn vraag en heb je nog geen kinderen ik heb ook relatief laat ik was 34 mm -hmm. mijn eerste kind en ja dan krijg je ook wel die opmerkingen maar je praat gewoon meer met tantes met vriendinnen ja, ja, over, over levensloopdingen over ja. liefde en zo dat soort dingen maar ook die hele ja je moet nu wel gaan opschieten hè oh, ja. oh. op ja. Het is echt, mensen moeten daar echt mee ophouden. En niet voor mezelf, omdat dat niet mijn verhaal is, ja. maar omdat je inderdaad niet weet. Misschien ben ik al vijf jaar aan het proberen. Juist, ja. Het lijkt heb me zo nu pijnlijk. Ik heb mijn dode vruchtje in mijn lijf. Ja. en je weet het niet. Ja. Dan kom jij met zo'n opmerking ja. aan, aan. En, 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 en vooral en, aan het publiek, hè? Want ja, waren, want dat die, is het inderdaad waar, altijd. We hadden een, een, een dame geïnterviewd, volgens mij bij een, een collega... en die, dat ging over singles zijn. Ja. En zij kwam op een feestje en dat een oom dan zegt van... nou, ben je nog steeds? Of uh, wordt nu wel tijd? Of je wordt een ja, oude vrijgezel of heb ik natuurlijk zo, ook hoor. gehad. Ja. Ik ben heel lang vrijgezel geweest ja. en dat was inderdaad... Of je blijft over, dat was het. Oh, dat is ook, ook een dingetje. Ja. Als je ja. alleen bent hè. Oh ja, hou ja. op. Ja. ja. Nee, dat, dat sowieso. Dus de eerste grap, de eerste schok voor iedereen was ze is aan de partner. Dat was één. Ja. En, en toen, toen kwam ook uh, nog het ja, moment dat je. een kind. En het vervelende is dat mensen dan zeggen: oh, zie je, je wilt het toch altijd ja. wel. Dat ja. wil je niet, hè? Ja. Je ja. Haat dat, hè? Want, ja, dat is dus niet zo. Nee. Nee. Dat is gewoon. Want anders had ik al lang een kind maar gehad. Het is gewoon veranderd, dus. Want dat is jouw verhaal. Ja. Jouw idee ja. daarop ja. is veranderd door ja, de had, liefde die had je al op dat lang moment. We kunnen minder kinderen heb. kunnen hebben. Juist, juist, juist. Dus en dat dat was niet het geval. Dat is goed om iemand te horen zeggen. Ja. ja. Want je, dit kan je ook zonder kwade bedoelingen doen, hè? bij mensen waarom je geeft bepaalde ja. opmerkingen ja. maken en zo. En daarom vond ik het leuk om van dat soort genuanceerde dames als jullie uit te nodigen. <laughs> want die kunnen dat veel beter brengen dan mij. Want ik zoek ja. zelf nooit de nuance op. Maar ik vind het wel leuk uh, om ja. jullie dan zo door te praten. Want dan opent mijn ogen van: oh ja, ja, zo kan het ook. Maar dat is niet erg, hè? Nooit de nuance nee, opzoeken. Aan Alleen aan aan met, aan aan met sommige dingen kun je gewoon beter voor je houden. En denken: weet ja. je, over uh, als je dan 80 bent. En je vraagt het je af en je komt iemand tegen, en je bent dertig en je bent dan 80. En dan achteraf denk je: Oh, en ze wilde inderdaad geen kinderen. Of weet je, dan weet je het. Maar ja. anders, it's none business. Non, and, it's none of your en business. Later. business ja, yes. en later. Je weet niet ja. wat met iemand speelt. Ja. Ja. En laten we zeggen, er speelt gewoon niets. Iemand wil gewoon geen kinderen. Ja. weet je hoe heerlijk het is om dat vragen? jou gaan uitleggen. Ja, ja. 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 Maar, maar wat, wat voegt het voor jou vraagt toe? Nooit Juist. aan iemand waarom wil je wel kinderen? Ja. Dat, dat ja. vragen we net als dat je nooit, je hebt niet een hetero coming out. Je moet of deze, als, of deze. Weet je wel, dat of deze. Deze. Je op. vraagt ook nooit aan iemand, hé, hey, maar waarom heb je dan zeven kinderen bij zeven verschillende vrouwen of omgekeerd? Ik zeven denk wel kinderen dat mannen. dat mag dan weer wel. Nee, nee, ook niet. Dat is ook niet een keer business. Ja, dat is hoe het leven is gelopen blijkbaar. Wat dat jou. Kijk, Dat, nee, dat, is, dat, is, dat is heel ook erg. erg. Ja. Dat is wel heel erg. Ja. Want dat is dat is mijn valkuil. Want ik wil alles vragen en alles Juist. weten. Van iemand die nieuwsgierig Juist. is naar het verhaal. Ja, maar ik, wat ik heb geleerd en vooral van <laughs> deze hier, is dat soms dan. Ik moet mezelf de vraag stellen: wat voegt het voor mij toe dat ik weet hoe jij bijvoorbeeld met je partner naar bed gaat als jij niet geboren bent in het lichaam dat je weet je wel zo snap je dus ik moet, ik moet bedenken wat gaat het voor mij toevoegen is het iets als ik slaap je lekker de dus ja, als, als, als moet... jij weet oh die persoon heeft dus geen poenie. oké okay, oké okay. ja als ik bijvoorbeeld uh, het, ging, het ging erom dat iemand uh, wa, 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 we waren een programma aan het kijken met een groep vriendinnen ja iemand is in transitie of zo ja nou, en toen vroeg je van van, van, uh, van vrouw uh, geboren in, het vrouw, in een lichaam van een man dat identificeert als dat van een vrouw <laughs> ingewikkeld man. hè ja. Ja. maar ga verder ja, ja, maar goed je ja. moet het goed zeggen ja en toen een aantal van onze vriendinnen vroegen zich af goh maar hoe gaat het dan He, achter de gesloten deuren en ik ook ik dacht van oh maar hoe dan en toen zei zij terecht ja maar dat is nou een... wat maakt het uit hoe het gaat ja. Want niemand hoeft jou te vragen nee dat vind precies ook niet leuk. precies maar we vinden om de een of andere reden dat het afwijkt hoor. van de norm. Nee, maar dat is iets anders. Als ik ja. jou vragen. Jij, dat is een ander ding. Jij wil oh, het heel graag het vertellen, anders? toch? Ik wil nee. het niet heel graag jij, vertellen. Nee, maar kijk, kijk. gemiddeld genomen, hè, als, we zitten hier nu met vier mensen. Uh, uh, wij zouden niet zo snel, hè, omdat wij, wij, zijn allemaal, uh, wij vallen allemaal op iemand van het andere geslacht. Uh, het is veel minder is gebruikelijk. Is dat zo, uh, camera operator? We know. Yeah, okay. yeah. Yeah. Uh, dat, um, uh, dat het veel minder gebruikelijk is om naar het seksleven te vragen van hetero's. Uh, dan na het seksleven van uh, bijvoorbeeld uh, queer mensen. mensen nou ja, Dat hebben we ja. dan ook inderdaad in die aflevering gehad. Hè? Dat, dat mensen dan uh, willen weten wie is het mannetje, wie is het vrouwtje... Oh, ja. wie, wie is boven, wie is beneden. Ja. Nooit zou je dat gewoon in een gewoon gesprek hè? Okay. Ja. Aan, aan een hetero... Tuurlijk, als wij het erover hebben, kan ik het aan jou vragen... omdat ik daar benieuwd naar ben. Maar, maar niet zomaar. Maar jij vult het in voor die dame of, of diegene... En, maar misschien had hij wel zin om te delen. Uh, uh, hij ja, of zij moet zin dat om dat te delen. Doen. Ja. En het is heel vervelend okay. als jij degene bent die moet zeggen, ik wil het hier nu niet over hebben, want dat, de, 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 de vibe is meteen gekild. Ja. Ja. Dus het is een beetje, okay. beetje hetzelfde als dat iemand aan mijn haar zit en ik moet gaan zeggen, jij, ja, je mag niet zomaar aan mijn haar zitten. Moet ik met een glimlach doen, want anders is diegene weer uh, gepiekeerd. Ja. En de hele sfeer is anders. Ik krijg een vervelend gevoel omdat jij iets vervelends Maar je bedoelt dat ze witman aan je haar Natuurlijk zit. Natuurlijk dat. is wat dat. je bedoelt. Ja. 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 ja ik heb daar geen problemen mee hoor. Ik bok, ik bok dat soort mensen snel. Ja, en oh ja. toch krijg ik, want ik doe het inmiddels, en toch krijg ik er een vervelend gevoel bij. Maar dat ligt er aan is, jou. Je, nee, maar je moet het in eerste instantie gewoon niet doen. Want ik zit ook Jeetje. niet zomaar aan andere mensen, hun haar, andere mensen, hun kinderen, hun haar. Jeetje. Ja. Nee, maar en dat is ja. hetzelfde zeg maar als dat je. We vinden het heel normaal bij sommige mensen om dingen niet te doen of te vragen, en bij andere mensen vinden we dat heel normaal. En dit is weer ja. ook een <coughs> voorbeeld van othering. Als je niet dus, de norm bent, hè? Ja, als, dat, ja. Je, dat je omdat. Het voor jou anders is. Jij behoort tot de norm en voor jou is het anders. Dus vind je dat je het recht hebt om dat te vragen? Ja. Nee. Het. Dat, dat is ook het een dat is ook een beetje het gevolg of maar zo dat we hier wonen en wij lijken niet op mensen die op de gemiddelde persoon. Maar als mensen jou dan zien, dan ben jij ook, dan sta jij ook gewoon, dan ben je de personificatie van je hele groep. Ja. Dus ze mogen aan jou ook iets vragen over. Ja. Zeg, wat vinden jullie? Ja. Van, ja. van of uh, er is mij ook een keer gevraagd. Oprecht, hè? Wat vind jij van uh, het Zwarte Piet Sinterklaas verhaal? En soms denk ik, ik heb helemaal geen, geen zin om het met jou te delen. Ben ik nou voor of ben ik tegen? Ik heb even geen zin in deze discussie, maar dan moet ik dat wel gaan zeggen. En daar heb ik gewoon soms geen zin in. Ze hadden het Haan aan je? mij moeten vragen. Ik ben een beter dat, persoon daarvoor dat, om het kan, dat te ja. vragen. Ik ben een zuivere persoon. Ja. Dus mocht je ooit uh, uh, daar vragen over hebben. Uh, en uh, hey, hey, Je bent uh, een persoon of wat voor persoon dan ook. Uh, en je komt me tegen op straat. En je hebt het gevoel om te vragen van. Hé, hey, ik vind dat zo'n bullshit. Kan je me dat uitleggen? Ik ben de juiste persoon om die opmerking tegen te maken. Want je ik bent paas er toch, Dili? Want ja. je bent gegroeid. Ik ben, ben okay. hier geen gegroeid. Oké, okay, want ik weet wat je ik, in het verleden misschien zou nou, hebben. Nou, het is nog steeds in die trant hoor. Ik oh. heb geen tolerantie voor uh, okay. als het aankomt op discriminatie. Nee, maar dan moeten ze, dan, dan, dan mag ik zeggen, dan moet ze het jou die, niet, niet vragen. vragen. Nee, maar daarom hem zeg hem niet ik: vragen. Vragen. Ik, ben ik ben een zuivere persoon om die domme vragen He's not the te beantwoorden. Right want domme vragen bestaan wel en ik beantwoord ze graag dom. Oké, okay, ja, nou ja. ja. Als je een slim antwoord wil, laat ze je naar Tom een Dan ga je naar <laughs> deze de, genuanceerde dames. Dat dus, ja, is een ja, beetje bij jou de keuze. Eigenlijk wel. Nee, als je een genuanceerd antwoord wil, dan uh, ja. Dan ga je bij die dames. En als je een straight antwoord wil en. Ge, uh, yeah, whatever. Okay. Ja, whatever. Oké. Ja. Liefde. Liefde is all about love. Dus de zwarte doos. Uh, de zwarte doos ben ik ook oh, fan van. ja hoor. Maar pak ik de bruine doos erbij. Zwart was niet beschikbaar. Nog twee, Eentje. Eentje van jullie. Was ik? Ja juist yes. we maken een podcast. Ik zie, <laughs> heb je nou echt letterlijk alles over... We hebben hier net al van... Zie, ik zie jullie altijd samen. Zijn jullie lesbisch? Ja. 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 Hoe vaak krijgen we die? Elke... Toen we, ja, toen we, vaak... ik... we gingen heel vaak op een gegeven moment samen weg... Iedere maand wel een keer, hè? Ja, maar, maar, maar even. En maar, mijn partner, maar, partner denkt er nog steeds van. <laughs> <weer eens. laughs> je eigen partner vraagt mezelf... Hey, de hele dag ben je met Vinnie. Maar die zegt het waarschijnlijk niet zo... Nee, als een grapje. Als he, oh, maar, was ja, een dat grapje. Ook, Ja, maar... Nee, maar wacht even. Maar dat nee. komt ergens vandaan, toch? Dames. Dat... Hè? Nee, we zijn gewoon altijd samen. Al hetzelfde. Het. We zijn altijd... We vinden elkaar en echt. We zijn wel? Kijk, nu ik dragen, heb een, Ik heb toevallig een. kleuren. hebben Maar hebben diezelfde, maar, ja. diezelfde Broe, kleuren binnenkomen. We zijn binnenkomen, ook niet zeg maar, en de zo. meest vrouwelijke vrouwen. Ja. We zijn niet de meest vrouwelijke vrouwen. Ja, nee. als nee, het naar ja. ons ligt. Je ziet we al ons gewoon... nu al glamd up, hè? Ja. D dit, is de, we hebben dit is de glam. Dit is de glam. Ja, Maar de. Maar dat je dit, jullie zien er prachtig uit. Dank je wel. Maar dat je dit all glammed op noemt, zegt inderdaad. <laughs> ja, thanks, <yeah. laughs> ik heb oorbellen in. Dat is glammed up. Het is ook hashtag momlife. Hashtag ja. ja. momlife. Okay. Ik heb letterlijk de voorkant van mijn haar opnieuw mijn Dat is het. is ook voor hashtag momlife. Ja, dat is bruist. waar. Ja, dat is voor mij was altijd de hoodie yeah. en een spijkerbroek. en, ja. en ja. sneakers. Ja. Dat is jouw vibe gewoon. Ja. Maar zelf dan kan je vrolijk genoeg zijn hoor. Maar ik begrijp wat je bedoelt eigenlijk. Ja, maar we, we, tenminste ik zou zo dat dat, voor mezelf, je, wij, ik, straal, ik nu, heb misschien net iets meer mannelijke energie Dus van start van, uh, start van uh, deze aflevering tot aan nu, zie ik al groei. Want nu wil ik jullie corrigeren en het nuanceren. Die opmerking van, we zijn niet de meest vrouwelijke vrouwen. Ik ben uh, in jullie rol vervallen, zie ik. Want ik ben niet down met die opmerking. Maar oké, okay, ik begrijp wat je probeert te zeggen. Oké. Ja, okay. ja maar dus echt heel is dat ook. Oké. Okay. Ja. Ja, ja maar als... vinden we het erg? Ja, maar... Nee, ja, ik vind je het niet erg. erg? Lachen, nee, nee. Helemaal nee. niet volgens Voor ik ben volg volg. mij wil jij het lachen zijn. Leuk, Ja, ja vind het leuk. Ja. Heel grappig. <laughs> nee, het is echt if, uh... if, if anybody. <laughs> ja, toch? Hè, dan... dan met elkaar. Oh, dan met, zou je het met haar doen. Maar zij zou jou niet kunnen handelen. Joh. Tuurlijk wel. Of omgekeerd. We handelen elkaar toch al? Een keer toch wel? Ja, ja. Toch, ja maar, we maar dat om... is in deze setting, maar als het gaat als jullie. maar daar gaan we niet over nadenken. Nee, dat vind ik wel een boeiend gesprek. gaan We niet doen elkaar zussen. Ja, precies. Dat that's kind of. Ja, ja, ja. Oké. Maar het gekke is, ik heb dus twee andere vriendinnen, uh, beste vriendinnen, maar met hen heb ik het nooit. Nee, Als ik met mijn andere vriendin loop, dan vraag ik nou, mensen. Nou, dat maakt je of? toch weer speciaal, want ja. het irriteert haar al dat je twee andere beste vriendinnen nee, hebt. Nee, die, waren er, maken nee, hoor, die waren er niet. Ja, maar dan eerder. nog, laten we eerlijk zijn. Nee, echt nee, niet. Hoor. Nee hoor. Nee, dat nee. Dat nee. Ik geloof zeg ik geloof zo in nee, nee, ik geloof nee, nee, niet nee, nee. in monogamie hoor. Oh, jij gelooft niet in monogamie? Nee, dat is een keus. Monogamie is een keus. Ja, klopt. Dus, uh, dus dus je kan ervoor kiezen om, om, om monogaam te zijn. Ja, en je kan er ook voor kiezen om het anders te doen. Dus dus ik nee Volk sorry, je nou ik gelo geloof nee, je sorry. Nou ik niet. bedoel, ik allemaal? geloof niet dat monogamie de enige alternatief is, is voor een relatievoer. Dus zij mag best uh, nog andere. Hè? Dus we hebben gewoon een poli. Uh. Dit is hypothetisch, dat begrijp je wel. Hè? Is het helemaal regels hier te maken en zo? Ja. Die, die zijn niet. Uh... Jawel, we nee. hebben zeker een relatie. En zij okay. heeft ook relaties met andere vrouwen. <laughs> ja, okay. ja. Nou. dat is haar poliamor. <laughs> ja. En jij je afvragen waarom mensen dat denken? Ja, Oké. Okay. Ja, ja. ja. nou. ja. hey, um, ik wil nog iets met jullie behandelen. Want in Giddy's Love Line haal ik dus uh, tussen de miljoenen quotes die bestaan eentje tevoorschijn. Die leg ik neer op tafel. En dan ben ik benieuwd uh, hoe jij daarna kijkt. Misschien vind je er helemaal niets van, of misschien denk je van, hmm, ja, uh, ze zeggen namelijk: je laatste grote liefde telt zwaarder dan je eerste grote liefde. Of telt nee, je laatste grote liefde telt meer dan je eerste grote liefde. Dat is beter. Denk Dat ik is interessant, maar. ja. Ja, want het is makkelijk om te zeggen uh, ja, omdat hè, je man kijkt. Ja, ja. <laughs> maar even gewoon eerlijk van, oké, okay. want je eerste liefde is ook een bijzonder... Ja, dat zet wel, die zet wel de toon, hè? Ja. Nou ja, wat dat, voor mij heeft de toon gezet van, dit nooit meer. <laughs> <laughs> oké, okay, nou, erbij? sorry. Positief, negatief, kan allebei. Er ja, nee, um, dus, dus nee, ik heb daar natuurlijk wel dingen van geleerd. Dus, het is, dus ik snap wel dat, 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 dat je zou kunnen zeggen van je eerste grote liefde leer je leer je heel veel. Ja, ik weet niet, ik denk dat je van alles... Ja, lekker diplomatiek, maar het is wel zo. Ja, je hoort jezelf. Nee, maar van, ja, van, van elke relatie of uh -huh. poging tot leer je wat. Al is het alleen maar wat je niet wil... of hè, wat, je, wat je niet tolereert of wat je juist wel wil. Ja. Hè, want, dus, ja. Kijk, ik, ik kan het misschien niet zo zeggen, niet veel over zeggen... omdat ik maar één echte grote liefde heb gehad. Maar is het niet zo dat je, rug, je rugzak steeds voller wordt... Dus je eerste relatie, daar begin je mee en dan komt er een klein beetje oh, ja Dat kan ik wel. En dan beamen. op het einde, weet je wel, mm -hmm. je bent nu getrouwd, zelfs dat je vijf mensen hebt gehad, die vijf hebben allemaal bijgedragen aan die rugzak. En die neem je iedere keer mee en dan kom je bij die, uh, bij die laatste grote liefde met ja. één zware rug. koffers oh, met koffers moevers, ja. 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 met kinderen met bagage <laughs> <laughs> en al is dat ja. het verhaal is dat wat ja. Ik ja. Ik ja. we hier ja. zeggen maar ik denk het maar en dat dan is toch, toch word je geaccepteerd ja want je weet ja, niet waar iedereen in die koffers heeft... zit misschien zitten ja. er allemaal zitten lekker brood in en hè? ik hou van brood ja, ja. 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 en chippies en zo en iedereen heeft toch een rugzak ja. Ja. Dus als jij iemand op je, op je dertigste tegenkomt en heeft die persoon en die persoon is veertig. Of ja, die heb je toch allemaal wat meegemaakt. Ja. En als je niet hebt meegemaakt, ja, dan ja, al ben je 18 kan je al dingen hebben meegemaakt, ja. natuurlijk. Dus, nou, ik had bijzonder weinig meegemaakt. Ja, Dat, weet <laughs> ik, dat, dat zeg je, maar dat weet je niet, hè? Ja, of, precies. Of wat jij ja. hebt meegemaakt, dat is voor jou, dat is ja. jouw leven. Maar dat is voor een ander misschien best wel ja. van oh, oké, okay, heb je dat al meegemaakt? Ja. Dus dat dat is niet, uh, uh, bedoel, het is niet een, een heftig voorbeeld. Maar mijn vader uh, is afgekeurd uh, toen mijn jongste zusje werd geboren. Dus uh, ik ben opgegroeid met een vader thuis, uh, hè, als huisvader vanaf mijn tiende. Oké. Okay. Ja, nou ja, ik, ik zou niet willen zeggen, oh, dat, dat hoort in mijn rugzak, maar dat hoort wel in mijn rugzak, want ook dat heeft mij dus dat gevormd. Is gevo ja, ja. Precies, ja. Dus dat is ook ja. Precies. Dus dat is niet iets naars. Voor hem was het denk ik wel even schakelen en zo, maar, uh, mm -hmm. maar niet. Uh, ja, dat, dat heeft mij wel gevormd. Dus en en dat, zou je, dat soort voorbeelden heb je. Ik bedoel, het feit dat je ouders uh, bijvoorbeeld bij elkaar zijn, dat vormt je toch ook. Ja. Het is niet zo dat je en dat mijn ouders ergens wonen waar mensen wonen die een andere cultuur hebben. Ja. Dat, dat vormt je ook. Want je, je, moet je, je moet je er toch toe verhouden. Ja. En je ziet hoe je ouders zich er toe verhouden. En daar ga jij je weer toe verhouden. Dus ja, dat vormt je wel. Maar dat is niet, niet per se op het gebied van de liefde. Hè. Dat is met alles zo. Nee, want jullie hebben groot gelijk. Maar jullie zitten hier mijn uh, liefdescode oh, helemaal ja. uit te rekken. Oh, dus ik wil graag tot de conclusie komen. Ja. En even apart. ja. Met jullie eigen achtergrond en alles wat je net hebt opgenoemd, uh, je, uh, je laatste grote liefde telt meer dan je eerste grote liefde. Als je het alleen op liefde vertelt, dan weet ik, ik heb alleen mijn man gehad. Juist. Dus dan we gaan het vlak daar laten. Wansie. Ik wil ja zeggen, omdat ik met deze grote liefde, uh, ja. Maar je staat erop om toch wel te zeggen van hé, hey, maar de eerste liefde heeft ook. Een belangrijke rol. In mijn geval. Want ja. jij weet dat je dat niet wilt. Ja, <laughs> In jouw geval, ja, toch? Ja. Okay. Nou ja, en ook broek, kijk, want ik wil niet het neerzetten alsof het, ik bedoel, anders was ik niet zes jaar met hem geweest natuurlijk. Ja, oh, Dus het was, dat niet, het was belangrijke niet alleen detail. maar. Ja, het was niet alleen dat maar. Je zet hem dat aandoet, wel. zes jaar lang. Ja toch? Nou ja, kijk, de een stapt er eerder uit dan de ander. Ja, ja zo is het ook. Ja toch? We zouden het tot een goed eind brengen. Dus, uh, ja, ja, nee, ja, nee, dus uh, dat, daar heb ik zeker dingen van geleerd ja. en uh, ook leuke momenten mee gehad. Um, maar deze, tuurlijk telt deze zwaarder, want dit is een veel bewustere keuze. Uh, ik heb hem uh, veel wel overwogener gemaakt. Mm -hmm. Dus ja. Oké. Okay. Uh, maar ja. Is, het altijd niet, is het ook niet zo dat je een keuze maakt terwijl met heel veel ervaring en heel veel bagage wel overwogen, dat, die, dat, dat het altijd een belangrijkere keuze is dan een keuze die je op je achttiende maakt ja, als tiende. je misschien nog minder hebt meegemaakt? Voor Mij wel. Snap je? Ja. Als, ik, als ik zeg maar nu, met alle kennis van nu, zou ik die relatie misschien niet, ja, maar, ja. Nee, nee, niet, zeker, niet zijn ja. begonnen of niet zo lang hebben laten duren. Ja. Ja. Wat vind jij? Ja, nee, ik ben het ermee eens. Honderd procent mee eens. Het is moeilijk te vergelijken, want je bent gegroeid. En daarom zei je: bagage, ja. rugtas wordt gevuld. Dus het vormt je om die beslissing die je nu hebt genomen. Uh, misschien moet deze vraag worden gesteld ook aan single mensen. krijg je weer een heel ander soort antwoord. Ja. Hè? Ja. Die dus dus niet nog niet de grote liefde hebben gevonden. Ja. Ja. Krijg je heel ik krijg je heel geloof andere ook niet woorden. in dat je laatste partner per se je allergrootste liefde is. Hè? Het kan ook zijn dat de, je grote liefde misschien iemand was. En misschien is hij overleden of misschien... Ja, heb of, of het werkte ja. gewoon oh. niet, hè? Ja. Of moet hij nog komen? Dat nee, 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 oh. nee, dat bedoel ik niet. Nee, 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 maar je kan hem gehad nee, hebben. Nee, klopt, ja. En, en uh, maar dat het, wat ik bedoel, relaties werken om een heleboel redenen niet. Misschien dat afstand. Kan ook the one that ja. got away. Ja, ja, ja. ja. bijvoorbeeld. Ja, toch? Ja, ja. ja, of omdat ja. inderdaad iemand woont te Dat ver, zullen veel of... meiden over mij hebben, denk ik. The one that got ja. away. Ja, dus nou denk, ja. denk ja. ik ook. Maar denk jij dat zelf ook? Ja, absoluut. Jij bent voor mij, die meiden de one that got ja, away? Ja, absoluut. Allemaal. Voor iedereen. wat zie je dat? Daar kan je toch niet Voor allemaal, ja. voor allemaal. Nee, toch voor eentje voor wel allemaal, meer dan voor de voor ander. Allemaal, I got geloof? away. Geloof ja, jij in, in liefde? Dus één, één liefde? Ja. Een ware liefde? Ja. Maar ik vraag waarom wij als niet, hè? hè? Ja, dat was, zo kom je binnen hier in deze <laughs> romantiek. Nee, maar dan nee in ik jouw geloof in meerdere dag. grote liefdes. Meerdere grote liefdes? Ja, niet per se nee. tegelijkertijd, maar ja, tuurlijk wel. Want elke grote liefde kan je iets anders brengen. Nou, ik, ik ja, nee, toch wel eigenlijk. Uh, tenminste, ik geloof in één grote liefde, maar ik geloof in meerdere liefdeservaringen. Ja, nou ja, misschien want, bedoel ik dat dan. Ja, dat, ik, dat, dat vind ik beter dan meerdere ervaringen die ook allemaal zijn waarde hadden. Maar er is ja. eentje. Maar ik vraag en dan... ik vind het goed wat jullie zeggen. Misschien eindig je daar niet mee. Dat kan, hè? Ja. Maar heb jij je grote liefde al gehad? Ik mag hopen van niet. Ja, ze komt nog. Ik mag hopen van wel. Maar is dan uiteindelijk je doel om ook met iemand te trouwen of te, te samen te zijn? Het hoeft niet per se trouwen te trouwen, want trouwen is niet, een, het, niet, het, ja. het, niet het doel. Ja. Die een beetje is zoals jij bent. Zoals ik ben? Ja. Maar hopen van niet. Nee? Nee. nee. is te veel? Nee, niet te veel. Nee, maar vind jij dat uh, jou, jouw partner... Uh... Het is heel. Wat, kijk de dingen, ik, ik de zie dingen waarvan je zeggen. in het begin denkt: oh, wat leuk dat hij anders is dan ik. Zijn later de dingen waar je aan gaat ergeren. Nee, er zijn een paar <laughs> dingen die belangrijk zijn. Een paar, er zijn een paar elementen waar je wel erg raakvlakken moet hebben. Die zijn belangrijk, weet mm -hmm. je. Uh, ja, maar ik denk wat voor mij gaat werken is dat een vrouw heel erg anders is of weer op andere vlakken in, Ik ben heel mm. erg. Ik zou met de genuanceerde uh, check als jullie kunnen gaan, die zo'n uh, opstelling <laughs> heeft. Dat zou werken, denk ik. Mm. Ja, toch? Omdat je elkaar goed aanvult. Ik goed aanvullen, uh, ja. uh, weet je? Maar ja, wat maar dat gaat zeg ik dan toch de basis. Die nuance zijn. ga je op een gegeven moment, op, op momenten dat je, dat je het even niet zo leuk hebt, ga je dat wel irritant vinden. Het is, dat is, echt, dat is net als bij jezelf. Je, je sterkste punt is soms ook je zwakste punt, toch? Dat is, tenminste, dat is mijn ervaring. Dat wat je zo tof vindt aan iemand, is ook wat je irritant vindt aan iemand. Ja. Ik vind het heel tof aan, uh, aan mijn vriend dat hij uh, heel relaxed is. Mm -hmm. Want op momenten dat ik dat niet ben, is het heel fijn dat hij zegt van joh, paspoort vergeten, dan gaan we toch weer terug naar huis en dan halen we het niks aan de hand en ik. Yeah. <laughs> maar op het moment dat we wel eventjes moeten doorpakken yeah. en hij relaxed is, is het heel irritant. Yeah, ja, ja, ja. 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 Dus... ja. dat heb ik ook die ervaring ook. Nee, maar dit is dus wat ik heb ja. voor mijzelf heb ingeschat met al mijn ervaringen en ja. al mijn uh, dingen. Ik ben mijn rugtas aan het vullen. Mm -hmm. uh, uh, mocht ik die bestemming bereiken, Ik ga lekker hè met die romantische stijl. Ja, dat is eigenlijk ja? leuk, hoor. Ja, uh, ik wel. Ik, ik, en dan ik luister ik... naar de beeldspraak. Juist. En dan heb ik de bestemming bereikt uh, en dan ben ik goed, want ik ben goed gevuld. Ik heb de juiste spullen bij me. Heb uh, je het idee dat je dat nu nog niet bent dan? Nou, het begint er te komen, hoor. Ja, mijn rugtas is bijna compleet. Dus als het gaat okay. om dat ik zeg, dit is wat Hij ik Hij hoeft ook niet vol, hè? Nee. nee, precies. En misschien wil je hem af en toe ook gewoon leeg gooien. Want heb ik nodig in mijn leven. Want ik wilde net iets zeggen waar ik spijt van zou krijgen. En gelukkig ga ik het niet meer zeggen. Thank you. Ja, nu Ik maak het heel spannend. Hè. Nee, nee, check. Uh, dit is eigenlijk wat jij vraagt, denk ik. Do you think you're ready? And I'm think, I think I'm ready. Oké. Okay. Je staat yes. ervoor open. And I think I'm ready. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ja ik dat sta is waar, ervoor dat open. Maar ik sta er ik sta niet open voor. Dus ik sta open voor. Het moet wel, ik ben wel een dude van. Uh, het moet me overkomen. Ja. Het moet niet. Het zoeken. zoeken of uh, forceren en shit. Maar het is dus niet het einddoel. einddoel. om met een partner te eindigen. Want soms ik, moet, je, moet je toch wel een handje helpen. Ja, ja ik, ik zal niet in iets gaan wat niet klopt. Maar er open voor staan is toch altijd het handje helpen? Handje helpen. Ja, ook niet per se. Want als jij. Je kan er voor, <laughs> ik sta ervoor voor hoop mee. Je <laughs> blijft niks, in je huis. En, en nek, nee, maar ja, nee, ja, nee. gaat gebeuren. Maar met ervoor open staan, daar ga ik er een beetje van uit dat jij. Uh, misschien ook naar plekken gaat... en dat je, uh, weet je wel, dat je er voor open staat... betekent meer dan alleen maar... emotioneel ja, nou, voor, voor mij betekent dat dat mentaal. je er dus ook moeite voor doet. Ja, precies. Voor mij. Nou, niet moeite in de zin van... Ik ga, ik ga Jij hebt wel een beetje op. van... je creëert het zelf door op andere plekken ja, te gaan... Zijn je open te om, omringen te met andere mensen... Ja, andere mensen praten. benaderen. Nu Juist. wel misschien. Ja. Hey. Naar dit kijken waarnaar je niet en keek. Niet zo en, dat uitsluiten. Ja. Ja. en dat uitsluiten. Dat vind ik heel ja. belangrijk trouwens. Als wat je dan? een relatie en niet moeilijk doen. Dus ik heb dan, wat, ik, wat ik wel vaak heb met uh, mensen. wat ze tegen mij zeggen. is dat ze. Ik ben redelijk traditioneel ook. Ook mijn man ook. En dat ik. Ja, ik vind het gewoon leuk om iemand. om voor iemand te zorgen. Laat ik het zo zeggen. En wat je dan wel eens. <laughs> dat to, je you. Hey, to you. Ik Ik weet dat nee. hij dat gaat zeggen. Ja, dat heb ik. Zie je maar, ben ik helemaal het punt kwijt. Nee, je bent je punt helemaal niet kwijt. Voor het eerst gaan ze pief krijgen en dat in Gillies Loveline. I love Jullie it. Niet. Oh nee. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar ik ben het toch. Hey, nee. Je bent traditioneel. Hij is traditioneel. Oh ja, we, je -domme, gaat van ja, domme vragen die ik dan wel krijg, is over, over bijvoorbeeld hoe wij. O, nou, over, over dat je. Hoe, we, hoe onze relatie is, zeg maar, een beetje traditioneel. Hè? Dat is wel een beetje waar ik niet per se het cultuurverschil. dat ik uh, zwart ben en mijn man wit. maar mm. wel de manier hoe we met elkaar omgaan. Terwijl ik denk, je moet ook een beetje relaxed zijn. Kijk, ik, vind het, ik ben niet iemand die houdt houd van uitgaan. Weet je, mm -hmm. ik vind het leuk om thuis te zijn en voor mijn kinderen. en thuis lekker te werken. Ik ben zelf ook podcastproducer. Dus en ik werk heel veel. Dat vind ik heel erg leuk. Mijn man houdt ervan om met zijn vrienden. weet je, te gaan kaarten en te gaan dit en te gaan dat. Dat zelfs mijn moeder vraagt van. Kan hij niet wat vaker thuis zijn? Ja. Maar dan denk ik, ja. Ik heb letterlijk van hem gehoord dat een andere vriend van hem. tegen hem zei. Um, ja, ik mag vanavond niet kaarten. Want mijn vrouw wil dat we samen met op de bank televisie gaan kijken. Die wil me thuis houden. Want, oh, want ik ben. Ik ben vorige week al uitgegaan. Ja. En dan denk ik. Maar. Je bent toch niet zijn moeder als die ja. jongen uit wil gaan? En jij, en jij zegt. Dan denk ik, nee, laat alsjeblieft nee. mensen doen wat ze willen doen. Ja. En, uh, en het werkt toch? Ja, het werkt fantastisch. Dat ik is... heb tegen hem gezegd, als hij weggaat en hij komt thuis en hij vertelt al, oh, dit heb ik meegemaakt, dat heb ik meegemaakt. Dan denk, je gaat ga het programma weer even een uurtje verder. Nee, dan. maar dat, dan komt hij blij thuis. Ja. Als hij thuis ah. komt en ik heb verhalen over, nou, ik heb niet dit knipje gedaan, moet je horen. Weet je wel, zo, dit of dat. Weet je kijk, kijk hier, dan lacht hij weer omdat ik daar gelukkig van word. Ja. En, zo, en zo, dat is het. Je moet elkaar ook een beetje. Met rust laten en laat de ander doen wat hij wil doen. En doe jij wat je wil doen. En dan zie je dat je elkaar gelukkiger gaat maken. En als je als hetgene wat hij doet, jou gaat dat je je daaraan gaat ergeren, ja dan moet je ermee stoppen. Maar je moet iemand vinden die jou laat doen wat jij wil doen. En, dat jij, en die zelf ook kan doen wat hij wil doen. En dan ben je samen ook prettiger. Dat is denk ik het hele eieren eten. En met uh, deze conclusie van de dames van domme vragen bestaan wel. De podcasts ga checken op Spotify, heb je afleveringen waar je. Ik ben er wijzer van geworden en uh, ben er zelf een beetje door gaan groeien. Dus uh, ga checken. Ik bedank jullie uh, voor jullie energie en dat jullie er waren, dames. Dankjewel dat jullie er waren. Niets anders zijn. dan lobby. Grand thank. Ik dank jullie wel. I, thanks, her, uh, zoals je ziet, uh, jullie delen het wel met mij, toch? Wat ik altijd zeg: Irene About Love. Irene About. Sorry, nothing, nothing. En, sorry, en sorry, heb ook precies, sorry, sorry. Ik heb ook precies nothing. We gaan, we gaan net doen of dat beeld al was. Dat was jouw bedoeling. Sorry, nee. Je, je gaf niks zodat mensen gingen invullen van. Juist, nothing. Ja, Het was gewoon so nothing, prepared. sorry. Ja. Is al, al, al te doen, Sorry, kiri. sorry. Hey, leuk heel veel liefde, Giri, sorry. Dankjewel, dankjewel, bedoel. Hey, uh, ik zie je bij de volgende date. Yeah.